Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films and kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond, welkom allemaal. Welkom bij dit gesprek dat de Bali en Nationaal Comité 4 en 5 mei samen organiseren. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben redacteur hier in de Bali. En voordat ik het woord zo aan Meertje Hilkens geef, die deze avond voor u zal modereren, wil ik toch kort iets zeggen over waarom we het belangrijk vinden om dit programma te organiseren. Toen de Bali dit programma deelde op social media, was de strekking van veel reacties dat we uit respect voor degene die gezorgd hebben dat we nu in vrijheid leven, geen gesprek zouden moeten voeren over of de nationale dodenherdenking anders moet. Dus eigenlijk dat we geen vragen zouden moeten stellen over wie of wat we herdenken. Ten eerste denk ik dat als je de gedachtenis aan de slachtoffers levend wil houden, dat je dat moet doen door telkens weer opnieuw te bespreken wie of wat we herdenken. En dat je dat ook moet doen met nieuwe generaties. En je houdt denk ik de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend door hierover te praten. En daarnaast is het denk ik een kenmerk van een open en vrije samenleving dat je met elkaar in gesprek gaat. En een kenmerk van in vrijheid leven is dat je dingen open en vrij kunt bediscussiëren. Sterker nog, ik denk dat je dingen moet kunnen en moet blijven bevragen. En voor anderen om te bepalen wat jij wel of niet moet bespreken, mensen die anderen het zwijgen willen opleggen, omdat zij vinden dat het ergens niet over mag gaan, dat lijkt me een vorm van vrijheidsbeperking en dus daarmee ook een vorm van dictatuur. En mensen die dit zeggen, die andere vrijheden waarvan ze zelf wel gebruik willen maken, misgunnen. Ik denk eigenlijk dat we niet hoeven te bespreken hoe gevaarlijk dat is. En respect hebben, vind ik, voor degenen die gestorven zijn voor onze vrijheid. Dat betekent denk ik niet, zoals sommige mensen het zeiden, dat je moet oprotten en je bek moet houden. Ik denk juist dat het respecteren van de mensen die gestorven zijn voor onze vrijheid betekent dat je je nu moet committeren en dat je je moet uitspreken. Goed, wat nog meer? Wat mij betreft houdt het dus ook in dat je in een democratische samenleving naar elkaar probeert te luisteren. En je openstelt af en toe voor de mening van een ander. En dat is wat we vanavond ook gaan doen. We gaan met elkaar in gesprek over herdenken. We gaan met elkaar in gesprek over de nationale dodenherdenking. En dat doen we met een aantal sprekers die we niet voor niks hebben uitgenodigd. Want het zijn mensen die zich regelmatig hebben uitgesproken over dit onderwerp. Die goed en lang over dit onderwerp hebben nagedacht. En ik ben ontzettend dankbaar en blij dat deze mensen hier vanavond wilden zijn. En u ook als publiek bent van harte welkom om met ons dit gesprek vanavond aan te gaan. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Meertje Hilkens. Ja, kijken of die aanstaat. Volgens mij... Ja, staat die aan? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar aan toe te voegen heb. Welkom, ook namens mij, hier in de Bali in de salon. Ik begin met een huishoudelijke mededeling. Namelijk dat wat we hier vanavond bespreken live gestreamd wordt. En zo u al hevige sentimenten op zijn Twitters wilt delen, weet dan dat de buitenwereld allicht meekijkt. Dat is handig om te weten. Jante zei het al, we gaan vanavond dus al die vragen wel stellen. We staan stil bij de dodenherdenking op 4 mei, traditioneel sinds 1945.
Waarbij we met 4 panelleden, die ik strakjes zal inleiden, in gesprek gaan, in discussie gaan over de vraag: wat herdenken we? Wie herdenken we? Waarom is het belangrijk dat we dat herdenken? Is wat we herdenken statisch of is het inherent aan een veranderende samenleving dat je misschien ook een veranderende herdenking zult krijgen? Allemaal vragen die voorbij gaan komen, maar niet voordat ik allereerst het woord geef aan een historica en germaniste. Die mij in aanloop naar deze avond in ieder geval al heel veel wijzer heeft gemaakt over de oorsprong van de Nationale Dodenherdenking. Ik bleek er een heleboel niet van te weten. Zij promoveerde aan de Universiteit Maastricht naar de geschiedenis van 4 en 5 mei. Schreef ook het boek, het ligt hier, De Stilte en de Storm, gaat ook over die geschiedenis. En ze is, ik ga het er even nu bij pakken om heel accuraat te zijn, beleidsadviseur en onderzoeker bij ARC. Dat is een kenniscentrum voor alles wat samenhangt met oorlog, vervolging en geweld. En zij gaat de komende 15 minuten ons meenemen in de geschiedenis van die Nationale Dodenherdenking die we op het punt staan met z'n allen te gaan meemaken op 4 mei. Het woord is aan Ilse Rijmakers. Dankjewel. Ik ga met de actualiteit beginnen, ook al ben ik historica. En dan even kijken of mijn PowerPoint het doet. Yes. Daar gaat hij. Dodenherdenking is van de Nederlanders zelf. Hoe meer Duitsers op de Dam, hoe liever. Laat PVV'ers wegblijven van dodenherdenking. Geen Mussolini-lied op bevrijdingsfeest. Dodenherdenking is niet alleen voor de Joodse slachtoffers. PvdA wil van 5 mei weer jaarlijkse vrije dag maken. Op de Dam moeten we geen SS'ers herdenken. Comité 4 en 5 mei trekt omstreden gedicht terug. Actie tegen Komst Kauk op 5 mei breidt zich uit. Gedenk op 4 mei alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe herdenking blijft een hutspot. 4 mei is er niet voor verzoening. Omgekomen vluchtelingen herdenken, moet dat nou op 4 mei? Dikke erewachten, niet meer welkom bij de dodenherdenking. En het voorlopig laatste hoofdstuk. Activisten willen lawaai maken tijdens Nationale Dodenherdenking. Mensen, dit zijn krantenkoppen uit de afgelopen 10 jaar. Vele komen jullie waarschijnlijk bekend voor. En ze laten zien dat vrijwel ieder jaar discussie ontstaat over de dodenherdenking. En ook daar hoort een krantenkop bij. Ook de discussie over 4 mei is een ritueel geworden. Maar die discussie die is vele mensen een doorn in het oog. Vorig jaar verzuchtte Bert Wagendorp in zijn vaste column in de Volkskrant: het is buitengewoon triest dat er in dit land altijd mot ontstaat rond de herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog. En nu ben ik wel benieuwd naar u in de zaal. Wie is het met Bert Wagendorp eens? Wie vindt het ook buitengewoon triest? Nou, hier een dappere op de eerste rij, daar nog iemand. Dat we er altijd discussie over voeren. 2 mensen? 3, 4, ja. Kenmerkend, maar dat is een andere. Dat ben ik ook met u eens dat dat kenmerkend is. Nou, maar er zijn een aantal mensen in de zaal die triest vinden. Ik weet zeker dat buiten deze zaal vinden nog veel meer mensen dat triest. Dat er altijd mot is rond de herdenking. Maar, ja, of je dit zijn dan de woorden van een columnist die het inderdaad zwaarder aanzet. Maar discussie, gedoe, ophef, het feit dat we het er met elkaar over hebben. Alleen dat al is velen dus een doorn in het oog. Maar voor mij, ik vind het typerend. Dus je hebt aan de ene kant de discussie, aan de andere kant de frustratie over die discussie. En nu gaan we het vandaag uitgebreid met elkaar hebben. Mirte zei het net al over de discussie zelf. En we weten ook allemaal dat we die gaan voortzetten en dat we die vanavond ook niet gaan beslechten, die discussie. Maar ik wil jullie wel wat meegeven over die frustratie. In de hoop dat die 4 mensen misschien het pand wat minder gefrustreerd verlaten. En ik vind het ook gewoon een mooie opgave om proberen wat frustratie weg te nemen. Nou, en ik ben trouwens dat niet eens een dominee, dus die gaat vanavond ook deelnemen aan het debat. Goed, wie ben ik dan wel? Zoals gezegd, ik ben Ilse Rijmakers, historica en germaniste. En in het dagelijks leven beleidsonderzoeker bij ARC Kenniscentrum voor Oorlog, Vervolging en Geweld. En ik ben hier vandaag gevraagd een inleiding te geven
omdat ik een boek geschreven heb over de geschiedenis van 4 en 5 mei. Daar ben ik een paar jaar geleden op gepromoveerd. En nu dit jaar is dus de publieksversie van dat boek heel erg leesbaar. Geen theorie, allemaal weggelaten. over geschreven heb, wat jullie dus na vanavond ook kunnen kopen hier. En wat ik hoop, want ik ga vanavond niet alles vertellen wat er in het boek staat, maar dat ik jullie wel ga triggeren om dat hele boek te lezen. Want 4 en 5 mei hebben een rijke geschiedenis. Het zal jullie niet verbazen als ik jullie vertel dat er niet alleen in de afgelopen 10 jaar discussie is geweest, maar eigenlijk al sinds die dodenherdenking bestaat. De voorbeelden zijn legio, maar ik ga er gewoon nu 2 noemen. 24 jaar geleden ontstond een grote discussie over de vraag, moeten we herdenken met Duitsers? Dat was een vraag die toen voor het eerst zo openlijk gesteld werd. En dat leidde in het najaar van 1994 tot een verhit publiek debat. Ja, misschien weet u het ook nog. Daar werd toen tot op het hoogste niveau over gepraat. Prinses Beatrix, maar toen dus nog koningin Beatrix, zei er iets over in de troonrede. Toen de kersverse premier Wim Kok suggereerde ook al dat hij daar open voor stond. Zelfs prins Bernhard, de vader van het verzet, zei dat hij daar eigenlijk geen bezwaar tegen had. En toen barstte de discussie pas echt goed los, want heel Nederland dacht er wat over, vond er wat van. En nou, na een paar maanden of na een paar weken al moest Wim Kok dat plan weer intrekken. Want er was zoveel ophef ontstaan, met name van voormalige slachtofferorganisaties. Dat ze zeiden, dit zou echt een klap in ons gezicht zijn en dat vergroot alleen nog maar ons lijden en onze pijn. Dus dat plan werd weer in de ijskast gestopt en daar zit het in zekere zin nog steeds. Maar wat er wel werd afgesproken met Kool, want die had ondertussen waren er wel verwachtingen gewekt en we moesten de buren toch te vriend houden, dat hij op staatsbezoek zou komen, dat is wat je hier ziet op een foto. Hij kwam in mei 1995, dus 50 jaar na het eind van de oorlog, maar niet rond 4 en 5 mei, maar eind mei, dus nog wel een herdenkingsmaand, maar ver genoeg van die gevoelige dagen. En hij legde toen een krans in Rotterdam bij het monument. Zien we hier. Maar ook, je ziet, ik heb een cartoon uit een Duitse krant opgenomen die dat toch een beetje de spot dreven met een lompe Kool die om moest gaan met een zeer gevoelig Nederlands oorlogsverleden en waar hij toch wel veel moeite mee had. En wie nu wel eens denkt, Jante zei het in het begin, dat de discussie over 4 mei wel eens ontspoort, of dat die zou kunnen aanraden om zich in deze discussie te verdiepen. Ik heb jaren later dus Wim Kok gevraagd wat hem is bijgebleven van deze discussie. En toen zei hij zonder twijfel de grote emotionele lading die daarmee gepaard ging. Nou, dit was 24 jaar geleden, dus in 1994. 24 jaar daarvoor, in 1970, was er ook een grote rel. En daar hoef ik niet zoveel over te zeggen, dat ga ik jullie laten zien. Het was op 4 mei op de Dam. Toen was de nationale herdenking nog 's middags om 4 uur. Dat is goed om te weten. Ik ga een klein fragment laten zien. Ook bij de 25e herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog gingen koningin Juliana en prins Bernhard het Nederlandse volk voor. Zij plaatsten als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Twee jonge mannen die de nagedachtenis wilden eren van de in concentratiekampen omgekomen homofielen werden op buitengewoon hardhandige manier uit de buurt van het monument verwijderd. Bij de gemeentelijke herdenking diezelfde avond hebben ze de krans echter alsnog bij het monument kunnen plaatsen. Tot zover. De jongeren van de Amsterdamse jongerenactiegroepen homoseksualiteit wilden een krans leggen. En ze hadden dit van tevoren aan de organisatie gevraagd, maar die keurde dat af. En ze hadden toen in de media aangekondigd dat ze alsnog die krans zouden gaan leggen. Eigenlijk zoals er nu ook protest op Facebook wordt aangekondigd. En het verklaart ook waarom er door omstanders, dat zie je op die video, zo resoluut wordt opgetreden. Want het was geen verrassing. Ze wisten dat die jongeren dat kwamen doen. Maar na deze beelden ontstond ook de grote ophef. Er kwamen kamervragen, de kranten schreven er schande van. En de organisatie kondigde snel aan dat het jaar erop ze wel degelijk welkom waren om een krans te leggen. Dit was 1970. Weer 24 jaar daarvoor was het 1946, de allereerste herdenking. Daar was niet zo'n grote ophef over, maar het was ook niet zonder meer vanzelfsprekend dat die ontstond. Ik ga er nou niet zoveel over zeggen, daar kun je dus een mooi boek voor lezen. Maar het is een heel bijzonder verhaal, want iedereen die denkt dat wij 4 mei te danken hebben aan de overheid, of dat de regering of de koningin heeft gezegd, nu 4 mei na de Tweede Wereldoorlog gaan we de doden herdenken. Dat was niet zo, dat is echt van onderop ontstaan en we hebben het aan één man te danken. Eén redelijk brutale man, Jan Drop uit Den Haag, een oud verzetstrijder. En die heeft het in zijn eentje voor elkaar gekregen dat wij nu op 4 mei nog steeds herdenken. Mooi verhaal om te lezen. Dus je ziet, over de dodenherdenking ontstaat heel vaak discussie.
En nu weet ik dus dat het als historicus makkelijk om te zeggen is van niets nieuws onder de zon. Kijk maar, vroeger was er ook al discussie en 4 en 5 mei bestaan nog steeds. Dus waar maak je je eigenlijk zorgen over? Maar dat vind ik te makkelijk. Ik ga jullie wat anders vertellen. Want hoe langer ik mij verdiepte in 4 en 5 mei, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat stilte en storm twee kanten van dezelfde medaille zijn. Er zit een inherente spanning in die nationale herdenkingsdagen. Want aan de ene kant zijn het inderdaad dagen van eensgezindheid en saamhorigheid, van grote consensus. Op 4 en 5 mei voelen Nederlanders zich met elkaar verbonden en onderdeel van een decennia oudere, waardige, respectvolle traditie. Maar aan de andere kant zijn het bij uitstek politieke herdenkingsdagen waarover fel gediscussieerd wordt. Over wie we herdenken en hoe we dat doen, wordt voortdurend onderhandeld of gestreden, in het openbaar en achter de schermen. En die inherente spanning die zit tussen het wijdverbreide ideaal van die apolitieke, gedeelde herdenkingsdagen en die machtsstrijd die er onvermijdelijk over gevoerd wordt. En daar komt ook nog bij dat 4 en 5 mei publiek bezit zijn, van en voor het volk. Iedereen mag eraan meedoen of erover meepraten. Dat zagen we dus ook al in die krantenkoppen. Maar er is natuurlijk wel degelijk één wat ik noem herdenkingselite, die uiteindelijk bepaalt hoe het eraan toe gaat. Sommigen hebben meer te zeggen over de herdenkingsdagen dan anderen. Ik denk dat discussie misschien wat minder frustreert als je erkent dat het onderdeel is van het ritueel. Het hoort erbij, zoals politiek debat bij een democratie hoort. Maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Ik denk dat die discussie ook goed is. Het houdt de herdenking namelijk levend. Wie naar het verleden kijkt van 4 en 5 mei, ziet dat het eigenlijk gevaarlijk werd zodra er geen discussie meer was. Want 4 en 5 mei hebben echt wel op het punt gestaan om afgeschaft te worden of in ieder geval duidelijk afgeslankt. En dat was het duidelijkste in 1970, 25 jaar na de oorlog. Men vond dat het eigenlijk al welletjes was geweest, wel genoeg. Dus 5 mei werd in dat jaar echt afgeschaft en 4 mei zou flink worden ingeslankt. Maar je ziet het beeld, dezelfde rel die in 1970 plaatsvond. 2 jaar later was de enorme discussie over de 3 van Breda. Dat had ook allemaal weer zijn weerslag op 4 en 5 mei. En je ziet nog in datzelfde decennium dat het omslaat en het weer enorm populaire herdenkingsdagen worden. Maar je zag net ook al een beetje op die beelden. Op 1970 stonden er helemaal niet zoveel mensen op de Dam. Dat was echt maar heel kort, die krans leggen en daarna weer door. En het waren er misschien 100 of zo die er stonden. Dus juist deze storm, die discussie, hebben 4 en 5 verder gebracht, 4 en 5 mei verder gebracht en een bepalende richting aangegeven. Dus ik denk dat ophef en discussie niet betekenen dat 4 mei aan het verwateren is. Ophef en discussie betekent niet dat tradities niet meer van waarde zijn. Ophef en discussie betekent niet dat we het liefst willen vergeten. Ophef en discussie laten juist zien dat de herdenking springlevend is. De stilte en storm horen bij elkaar. Dat was het ene punt dat ik wilde maken. Maar er is nog iets dat ik jullie vandaag wil meegeven. En dan ga ik me toch een beetje met de inhoud van het debat bemoeien. Want ik kan het ook als wetenschapper niet laten. Maar in het debat over 4 mei wordt vaak gezegd, we moeten terug naar de oorsprong van 4 mei. Een 4 mei zoals hij bedoeld is. Of terug naar de basis van 4 mei. En als historicus ben ik bij dit soort argumenten altijd op mijn hoede. En ik zal jullie laten zien waarom. En ik denk dat het duidelijkst te illustreren valt aan de vraag, wie herdenken we op 4 mei? En dat hebben we sinds 1945 op heel verschillende manieren gedaan. En dat kan je duidelijkst illustreren aan de richtlijn, of wat we tegenwoordig het memorandum noemen. Dus precies die letterlijke tekst waarin staat wie we herdenken op 4 mei. Dus ik ga een paar voorbeelden, ik laat niet alle veranderingen zien, maar een paar voorbeelden uit die vele decennia van herdenkingsgeschiedenis. Nou, in de allereerste richtlijn stond het volgende herdacht zullen worden, zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en verzetstrijders, als de geallieerde militairen die voor de bevrijding van ons vaderland gevallen zijn. Nou, wat valt op? Hier worden helemaal geen Joodse slachtoffers genoemd. De slachtoffers van de Holocaust, maar ook de burgeroorlogsgetroffenen, dus zij die bij bombardementen om het leven kwamen of door de hongerwinter het leven lieten, die komen niet in deze richtlijnen voor. Dus na de oorlog draaide 4 mei echt om het herdenken van de verzetstrijders en de militairen. Zij die gevallen waren voor de vrijheid van het vaderland. Dus ik betwijfel of die mensen die dat argument nu in de discussie gebruiken, of ze naar deze basis terug willen. Maar ook in de jaren 50 bleef die nadruk liggen op verzetstrijders en militairen. En zelfs die categorie werd zelfs nog uitgebreid na een jarenlange lobby van een groep Indië-veteranen. Want zij wilden dat op 4 mei naast de militairen en verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog ook die militairen werden herdacht die in Korea en Indonesië gevallen waren. Dus in 1961 werd het veranderd.
Even subtiel, dat woordje allen toegevoegd, die sinds 10 mei 1940, waar of wanneer ook ter wereld, in het belang van het koninkrijk zijn gevallen. Nou, er valt veel meer over deze tekst te zeggen, maar in ieder geval ging het om dat woordje sinds 10 mei 1940, om aan te tonen dat het ook gewoon ging om de mensen die nog na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht. Op een gegeven moment is 10 mei ook weggelaten, want er bleek ook al Nederlanders eerder dan 10 mei overleden te zijn. Dus nu zeggen we sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat heeft dat woordje sinds toen toegevoegd. Waar we tot op de dag van vandaag, waar ook veel mensen het niet mee eens zijn, maar sinds 1961 zitten we er als het ware aan vast. Let wel, dat is nog steeds die basis die over verzetstrijders en militairen gaat. Pas in de jaren 60 begon dit beeld wat te kantelen. En kwamen er ook andere slachtoffers, en dan vooral de Joodse slachtoffers, in beeld. En in 1966 werd er dit toegevoegd aan de richtlijnen. Dus we herdenken alle als mede van alle de herdenking die door oorlogsgerichte handelingen en terreur om het leven zijn gekomen. En sinds 1966 wordt eigenlijk pas officieel in de richtlijnen stilgestaan bij burgeroorlogsgetroffen en vooral de vervolgingsslachtoffers. Dus dit was een duidelijke verwijzing naar de Holocaust. En dat was eigenlijk omdat gewoon een comité, het Utrechtse comité, gewoon een brief schreef aan het Nationale Comité. Het was eigenlijk wel gek dat we die slachtoffers niet herdenken in 65. En toen dacht het Nationale Comité, oh ja, dat is eigenlijk ook wel gek. En toen is het heel eigenlijk onbenullig. Door één brief hebben ze toen in 66 besloten die tekst aan te passen. Nou, een andere ontwikkeling in het herdenken in de jaren 70 en 80, die was nog veel duidelijker terug te lezen in de richtlijnen. En dat was de trend om de oorlog te actualiseren, om het te koppelen aan het heden. Want tientallen jaren lang stond dit aan het begin van de richtlijnen. De herdenkingsbijeenkomsten, dat was direct na wie we herdenken, stond dit dan. De herdenkingsbijeenkomsten zijn tevens een appel op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid. Dus in de tijd dat de rechtse centrumpartij in de opmars bezig was, vond men het heel normaal om die oorlog, of zelfs noodzakelijk, om die oorlog te actualiseren. En het werd gezien als dé manier om de herinnering levend te houden en ook jongere generaties erbij te betrekken. Ik denk mensen in de zaal die in de jaren 80 zijn opgegroeid, en ook heel vaak de Anne Frank krant die toen ook werd uitgegeven, hebben gelezen dat die misschien nog wel weten met wat voor teksten zij toen les over de Tweede Wereldoorlog kregen. En dat ging heel erg over antiracisme, discriminatie en bijvoorbeeld die koppeling werd iedere keer naar het heden gemaakt. Dus nu wordt nog wel eens gezegd, hè, van we moeten niet, er wordt van alles bij die herdenking gehaald, maar in die jaren er werd ook krakers, rellen, het moest alleen maar actueel zijn. Soms ging het bijna niet meer over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat vind ik ook wel interessant als je dat in die geschiedenis kijkt. En het was toen zo mainstream dat zelfs iemand als Ruud Lubbers, die had het hier de hele tijd erover. Nou, in de jaren 90 verdween deze actuele retoriek weer wat weer naar de achtergrond en verdween ook die zin uit de richtlijnen. Sinds 2000 luidt het memorandum als volgt. En ik heb hier even weer gehighlight wat het belangrijkste is, dat we sindsdien ook hen herdenken die in oorlogssituaties of bij vredesoperaties om het leven zijn gekomen. En je ziet daar ook wel een belangrijke trend, dat sinds de val van de muur er op 4 mei meer nadruk wordt gelegd op internationale samenwerking, Europese integratie. Dat wordt steeds vaker aangehaald als belangrijkste les die we op 4 mei moeten benadrukken. En vandaar ook die verwijzing naar vredesoperaties in het memorandum. Nou, recentelijk is er weer kritiek op deze ruime formulering ontstaan. Want als je het hebt over herdenken we allen die zijn omgekomen, kan het immers niet alleen naar de slachtoffers verwijzen, maar ook naar de daders. Dus in 2011 werd de tekst andermaal aangepast, met twee woorden me toegevoegd, of vermoord, om toch nog wat scherper het karakter van de Tweede Wereldoorlog en vooral respect voor alle slachtoffers van de Holocaust te benadrukken. Maar ook die kritiek is daarna niet verstomd. En je ziet eigenlijk dus dat de laatste jaren het comité heel erg in beweging is, want ze hebben het weer aangepast in 2015. Dan hebben ze een zin aan het begin aan toegevoegd. Ze beginnen nu met expliciet te zeggen dat we Nederlandse slachtoffers herdenken. Dat hebben ze gedaan, zo staat op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, om meer te benadrukken dat we niet daders herdenken, maar alleen slachtoffers. Nou, jullie vermoeden waarschijnlijk al dat dit niet de laatste formulering zal zijn, dat het een dynamiek is, dat het in verandering is, want ook hier valt het nodige op af te dingen. Want als we zeggen, zo expliciet, dat we Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken, herdenken we dan nog wel onze bevrijders? Of herdenken we dan alle Joden die stateloos waren, zoals Anne Frank? Nou, discussies voor zometeen. Nou, je ziet, Nederlanders hebben sinds 1945 op verschillende manieren inhoud gegeven aan de 4 mei-herdenking. Dus de 4 mei-herdenking kan worden gezien
wat ik beschrijf als een pendelbeweging tussen insluiting en uitsluiting. Dus soms wil je bepaalde slachtoffergroepen expliciet erbij betrekken door ze te noemen. Soms wil je bepaalde slachtoffergroepen juist uitsluiten door duidelijk te maken dat die er niet bij horen. Het is ook een pendelbeweging tussen universele betekenissen van die Tweede Wereldoorlog of juist weer specifieke betekenissen van die Tweede Wereldoorlog. Gaat het om de heldendaden van de verzetstrijders of om de universele strijd tegen onrecht in het heden? Hoort het unieke karakter van de Holocaust op de voorgrond te staan, of juist het algemene leed dat iedereen oorlog, of dat iedere oorlog teweeg brengt? En moeten daders en slachtoffers met naam en toenaam worden genoemd? Of gaat het om een allesverslindende oorlog die iedereen in zijn greep krijgt? En deze polen contrasteren niet noodzakelijkerwijs, maar het is telkens wel zoeken naar een balans tussen de uitersten. Nou, kom tot besluit. Ik heb jullie willen laten zien dat het herdenken een proces zonder einde is. Dus een sluitend antwoord op de vraag wie of wat we moeten herdenken zal en kan en ik vind ook mag nooit gevonden worden. De geschiedenis van 4 en 5 mei is ongetwijfeld een bron van inspiratie, maar ook van afkeer. Maar ik vind met één verrassende conclusie. De essentie, een beetje een analogie wat maximaal over de Nederlander zijn, maar de essentie van 4 en 5 mei bestaat niet. Dat was het andere punt dat ik wilde maken. Wees op je hoede. Als je iemand in het debat hoort zeggen terug naar de oorsprong of terug naar 4 mei zoals die ooit bedoeld is. In mijn ogen bestaat die niet. Wij hebben nu de opgave, zoals de generaties voor ons die opgave hadden, om betekenis te geven aan de herdenkingsdagen. Om die opnieuw uit te vinden en te interpreteren. Dat is een permanente zoektocht naar wat ik heb genoemd de balans tussen stilte en storm. Of, anders gezegd, geen stilte zonder storm. Dank je. Wacht, Ilse. Eén moment. voordat Ilse weggaat, wilde ik eigenlijk even naar jullie kijken of er nu vragen voor Ilse zijn uit de zaal. Het was een heel helder betoog, blijkbaar. Mag ik één vraag stellen? Ik ben heel benieuwd naar wat jou motiveerde om nu juist op deze twee dagen te promoveren. Ja, dan kom je eigenlijk toch wel bij familiegeschiedenis. Ik heb een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Dus dan heb je thuis vaak over de oorlog. En ja, mij fascineerde dat we er nog ieder jaar weer stilstaan. Of die lessen die... En ik vond ook, of ik dacht ook, het zal wel al decennia lang zo gaan zoals we het doen. En toen ik aan het afstuderen was op de universiteit, had ik hier al mijn afstudeeronderzoek van gemaakt. Dus toen ik me erin ging verdiepen, toen ontdekte ik dat, nou ja, zoals het wel eens wordt gezegd, the past is a different country. Dat ging echt een andere wereld voor me open. Dus dat vond ik superboeiend. Dus ik heb me erin verdiept en het heeft me niet meer losgelaten. Zo. En dan weet je zoveel. En wat herdenk je dan zelf nog op 4 mei? Ja, nog steeds voor mij vooral de Tweede Wereldoorlog. En dan echt de slachtoffers, ja, vooral van de Holocaust. Dat staat voor mij nog. Ik heb ook wel een keer een discussie in de krant geweest of ik niet ook mijn Duitse opa of zo zou moeten herdenken op 4 mei. Maar dat zei nee, voor mij staat dat niet daar centraal. Helder, dus jij herdenkt 4 mei Holocaust slachtoffers. Ja, van, eigenlijk slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Maar, helder, dankjewel. Ik vond het echt heel leerzaam. Applaus voor Ilse alsjeblieft. En dan ga ik gewoon de vier mensen aankondigen met wie we een panelgesprek gaan voeren. Waarbij ik jullie wil vragen om vooral je vrij genoeg te voelen om wanneer er iets in het gesprek is waarop u wilt inhaken, een hand op te steken. En dan is er Jan de Mosselman, die u daar straks al hoorde, van de Bali, die rondloopt met een microfoon om vragen op te halen. Dus voel u echt zeer uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek met de nu volgende gasten. En de eerste is journalist, schrijver, maakt al een jarenlang lopende serie voor de Volkskrant, waarin hij elke week landgenoten over afkomst en identiteit interviewt. Werd denk ik beroemd en berucht in één klap met een heel, heel goed verkopende en ook nog prijswinnende roman, Alleen maar nette mensen. En publiceerde vorig jaar een artikel onder de titel Joden zijn daders geworden. Waarover ik hoop dat we later meer gaan horen. Een applaus voor Robert Vijsje. Wil jij daar zitten? En dan de volgende gast. Die zien we regelmatig met essays terug in NRC Handelsblad.
mengt zich echt heel actief in heel veel debatten. Zichtbare opiniemaker inmiddels. Columnist ook bij de Kanttekening. Politicoloog, studeerde politicologie. En schrijft op dit moment een boek over de Nederlandse identiteit... dat bij Prometheus uitgegeven gaat worden. Kiza Magendane, welkom. De derde gast, ik ga even plaatsmaken, is theoloog. Initiatiefnemer van wat we inmiddels denk ik allemaal kennen als de Pop-up Kerk. Zet zich in voor het lot van vluchtelingen vandaag. Onder andere met een actie die veel zichtbaarheid genereerde. We gaan ze halen. Die beoogde de Syrische slachtoffers, de vluchtelingen die op dit moment vastzitten op Griekenland. Waarvan Europa zei, we nemen ze op. Per verdeelsleutel en dat niet deed. En had bedacht, we gaan gewoon met een hele grote kolonne auto's die kant op. En dan halen we ze zelf wel. En hij veroorzaakte ophef, uiteraard. Toen hij vorig jaar, meen ik, op 4 mei... in het kader van het motto van de herdenking... dat jaar, vrijheid geef je door, bedacht... dat hij stil wilde staan bij het lot van diezelfde vluchtelingen op 4 mei. Rico Voorberg, welkom. En de laatste spreekster, die hoort u bijvoorbeeld bij het Oog op Morgen. En die ziet u bijvoorbeeld in Buitenhof, waar ze met name buitenlands nieuws met ons doorneemt. En veel geprezen, ook prijswinnende columnisten, die heel streng is op hoe mensen... Oh ja, en schrijver van het boek, Mark, over onze huidige premier, ook best belangrijk. En die het heel belangrijk vindt dat mensen nu een keer die achternaam wel een keer goed uitspreken. Shaila Sital Singh, een applaus alsjeblieft. Ja, wisten jullie, jullie hebben allemaal aandachtig naar Ilse geluisterd. Was dit jullie algemeen bekend dat er zo vaak in de statuten van 4 en 5 mei gerommeld wordt om de definitie aan te passen? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee, en dat het ook die betekenis heel erg verschuift. Inderdaad, van militairen naar slachtoffers en dan weer door, breder en smaller. En plaats Shaila. Niet te verstaan. Oké, dan kan het geluid harder? Je kan ook harder praten, misschien dat dat helpt. En ik zit nog met dat ding te pielen. Nou ja, dat komt zo wel goed. Wat herdenken jullie zelf op 4 mei? Gewoon een open vraag, Shaila. Ik stel hem eerst aan jou. De Tweede Wereldoorlog. Dat leg ik ook uit aan mijn kinderen. Ik heb opgroeiende kinderbasisschoolleeftijd. Dat het gaat om slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook helden uit de Tweede Wereldoorlog. Ik probeer ook hun iets van heldendom door te geven. En de Holocaust. Omdat het toch zo'n uniek, nooit eerder vertoond en daarna nooit meer vertoond verschijnsel is geweest. Daar kunnen ze volgens mij niet genoeg over horen. En ik denk dat die herdenking daar genoeg aan heeft. Ligt dat voor iemand van jullie anders? De context van wat je herdenkt op 4 mei? Nee, nou ja, voor mij is het ook absoluut die Tweede Wereldoorlog. Ik merk dat ik met name gefascineerd ben de laatste jaren door ook door het verzet. Dus mensen die zelf besloten zonder een officiële rol te hebben... om zich te gaan verzetten tegen dat wat er in hun omgeving gebeurde. En dat fascineert me mateloos en houdt me bezig. Net als natuurlijk gewoon het diepe verdriet van wat daar gebeurde, hoe ver dat heeft kunnen komen. Maar dat verzet en dan de vraag altijd natuurlijk, en ik dan. Ja, we hoorden dat, de letter van de wet is hier niet aan de orde, maar volgens die 4 en 5 mei definitie, we ook stilstaan bij bijvoorbeeld slachtoffers, militaire slachtoffers vaak, die in vredesmissies vielen, of bij die politionele acties in Nederlands-Indië toen nog. Is dat iets wat voor jullie actief in je vezels zit als we op 4 mei 2 minuten zwijgen? Nee. Nee, helemaal niet? Nou ja, ik denk aan de slachtoffers in Nederland. Van wie denk het grootste deel Joodse Nederlanders Joden uit andere landen die hierheen waren gevlucht in de veronderstelling dat ze veilig zouden zijn. Dus dat is waar ik aan denk. En, mijn gedachte is niet zo bij wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Nee, Kiza? Ja, overigens, politionele actie is een politiek term. We weten dat toen wij onze vrijheid hier vierden, waren wij bezig met het leven zuur maken van mensen in Indonesië.
En dat verklaart, denk ik, de discussie bij mensen zoals Gen 4, mij voor mij. Maar persoonlijk, ik heb hetzelfde, de herdenken van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Alhoewel, door mijn referentiekader, ik kom uit Congo. Ik woon 10 jaar in Nederland. En ik heb in de 10 jaar vooral moeilijk gevonden om 5 mei te vieren. Omdat Congo nog steeds oorlog is. Er zijn 6 miljoen mensen overleden aan een hele ingewikkelde oorlog. Ja, net zoveel slachtoffers. Ja, althans, met de meeste slachtoffers na de Tweede Wereldoorlog. Het is onbesproken oorlog. Dus ik vind het altijd moeilijk om 5 mei te vieren. Dus de bevrijding. Maar is dat schuld? Is dat een schuldgevoel wat daaronder zit? Ja, ik denk het wel. Ik kan mij heel goed herinneren toen ik hierover nadacht. Een moment, ik was net gekozen als politieke bestuurslid van het CDA. Waar ik nog lid van was, voordat ze radicaliseerden. sorry voor alle CDA's in de zaal. En ik was heel blij, totdat ik op mijn telefoon zag dat de hele grote stad in Congo was overgenomen door militairen. En toen voelde ik mij wel schuldig. Mag ik? Dus het is een hele persoonlijke perspectief op vrijheid. Maar ik vind wel, ik ben naar Nederland gekomen als nieuwkomer. Dat is mijn belevenis. Ik ben eerste generatie migrant. Dus ik heb de neiging om te zeggen, dit is hoe men vrijheid hier viert. En zo wil ik het ook in ere houden, want ik ben natuurlijk dankbaar dat ik in dit land mag reflecteren dat er ook gevochten is. Maar tegelijkertijd ben ik dus wel bewust van het feit dat het verleden of herdenkingspolitiek altijd een politieke lading heeft, zoals Ilse mooi heeft uitgelegd. En breng jij een knip aan tussen 4 en 5 mei? Want ik merk dat ik dat zelf doe. Dat ik 4 mei, dat ik daar veel puriteinser in ben. Dat moet over die oorlog gaan. En dat ik geneigd ben om 5 mei breder te zien. Of als ik denk, als er dan Duitsers bij moeten, dan doe ik dan op 5 mei. Dat ik een knip tussen die twee dagen leg. Maar ik weet niet of jullie het ook zo voelen. Ja, voor mij die 5 mei... Zegt mij eigenlijk niet zo, zegt me niet zoveel. Ja. Of misschien ook doordat het zo breed geformuleerd is. En voor mij is 4 mei 8 uur, dat is een heel duidelijk ankerpunt. Ja. En 5 mei, als je zegt van de vrijheid, dat is een term die, daar kun je 100 verschillende dingen mee. Ja, dan wordt het bijna een soort Leids verzet, hè, als je het zo bedenkt. Ja. Het is natuurlijk zo dat zonder 4 mei, even letterlijk hoor, heb je geen 5 mei nodig. Even vanuit het perspectief van de helden, want het begon als een heldenverhaal. En ook vanuit de slachtoffer, zonder te reflecteren bij wat we hebben verloren, kunnen wij moeilijk vrijheid vieren. Maar de viering van vrijheid, zoals we bij Koningsdag gezien hebben, heeft ook iets heel volks en barbaars bijna, zou je bijna kunnen zeggen. Ik ga altijd een beetje doen op 5 mei, maar... Zonder 4 mei heb je geen 5 mei, in ieder geval, om het zo letterlijk te formuleren. Ja, er is al iemand in de zaal die je iets wil vragen. Wat fijn. Voor veel Joden, en ik spreek natuurlijk in eerste plaats voor mezelf, is de bevrijding nooit gekomen. Niet alleen niet in Nederland, maar ook in Israël, waar bijna de helft van de Joden van de wereld nu leven, die... zijn alleen vrij als ze in de loopgraven wachten en waken. Een hele andere situatie dan in Nederland. In Israël lopen militairen rond met geweren. Niet omdat het op straat zo gevaarlijk is, maar omdat ze onderweg zijn. Of van huis naar de basis, of van basis naar huis. En datzelfde gevoel hebben de Joden in Nederland in toenemende mate nog steeds. Zeggen van... Bevrijding? Waar heb je het over? Herken je dat woord? Ja, enigszins. Maar ik vind het de huidige tijd is toch een andere tijd dan tussen 1940 en 1945. Zoals ik er naar kijk, is een hele heftige periode in 1945 gelukkig geëindigd. Ja, maar jij memoreert in een aantal stukken die ik in voorbereiding op deze avond las... onder andere een speech die je hield bij het Verzetsmuseum was dat, geloof ik.
Daar memoreer je wel dat wanneer jij uit jouw huis naar buiten kijkt, je de politiehuisjes ziet staan en dat jouw kind op weg naar haar vrije school, je benadrukt eigenlijk dat ze niet naar een Joodse school, maar naar een vrije school gaat, toch extra in de gaten gehouden wordt, omdat ze wel in een... Toch? Dat ja, de, dus je herkent wat die meneer... ik noem me even die meneer. Ja. Zeg dus dat toenemende gevoel van onvrijheid, dat memoreer je zelf ook? Als ik, of het in een synagoge of ergens anders is, naar een bijeenkomst ga waar Joden bij elkaar komen, dan staat er altijd bewaking voor de deur. En dat is, ja, volgens mij gebeurt dat niet bij andere groepen die in Nederland bij elkaar komen. Dus dat is wel iets wat ik registreer en gezien de geschiedenis in Nederland als heftig ervaar. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat er tijdens de oorlog gebeurde. Nee. Het brengt me wel bij een punt en ik ga het er gewoon even bij pakken om het goed te doen. Kiza memoreert al, brengt al even in herinnering de meest recente tegengeluiden. Verzamelen zich onder de hashtag geen 4 mei voor mij. Dat is dit jaar eigenlijk de actie die vraagt om een ander soortig herdenking. En die zegt, wij gaan niet stil zijn, maar uit de protest lawaai maken. Een aantal van de initiatiefnemers afficheert zich als antiracisten. Daarom wil ik hier even de brug maken. We hebben het over dat toenemende gevoel van onveiligheid, wat jij herkent in het verhaal dat meneer uit de zaal vertelt. En jij verbaast je in een van de stukken die je schrijft over de contradictie die jij in antiracisten waarneemt. Namelijk, zoals jij het zelf zegt, een obsessieve belangstelling voor de ene vorm van racisme en desinteresse in de andere, antisemitisme. Ja. Wat bracht je ertoe om tot deze vrij ferme uitspraak te komen? Wat ging daaraan vooraf? Ten eerste, ik maak al een paar jaar een interviewserie voor de Volkskrant, waarbij ik inmiddels al bijna 200 mensen gesproken heb. En ik merkte vaak dat als ik na afloop van die gesprekken, nadat mensen een uur lang of langer hadden verteld over de uitsluiting die zij in Nederland ervaarden, dat ik dan zei van, gezien mijn eigen familiegeschiedenis kan ik me iets bij voorstellen. Dat die mensen dan zeiden, maar je dacht toch niet dat wij zijn hier de allochtonen en jij hoort bij de meerderheid. Dus je dacht toch niet dat jij bij ons mag horen. En terwijl ik in mijn eigen beleving hoor ik bij de andere, wat ik maar even zal noemen, zwartharige Nederlanders. En ben ik door hoe ik... Dus je percipieert jezelf niet als een machtige witte man? Want dat is dan misschien de karikatuur waar we het over hebben. Machtige witte mensen hebben volgens mij niet als eigenschap dat ze in veewagens een land uit worden getransporteerd en vrijwel de hele bevolkingsgroep wordt uitgemoord. Is volgens mij niet een eigenschap die machtige witte mensen ondergaan. Ik verbaasde me er vaak over dat waar ik mezelf... door hoe ik ben opgegroeid met mijn familieleden die dan in Nederland wel de oorlog hadden overleefd, hoe die dat daarover tegen mij vertelden, ben ik opgegroeid met het idee van, aan de ene kant heb je ons en aan de andere kant heb je de Hollanders, waarmee ik niet zeg, sommige van mijn beste vrienden zijn Hollanders, dus het is niet dat ik een hekel heb aan Hollanders. Geruststellend. Ik zie, wanneer ik een Hollander zie, zie ik wel in mijn eigen hoofd dat iemand is met een ander soort familiegeschiedenis dan ik en die daardoor anders in het leven staat. En ik, wat mij in mijn contacten met zelfbenoemde antiracisten, wat mij daar zo opviel, was inderdaad die enorme nadruk op één deel van de geschiedenis. Overal, bijvoorbeeld de slavernijgeschiedenis, overal nog... zien hoe in Nederland deze slavernijgeschiedenis van inmiddels een aantal eeuwen geleden, dat die nog overal in Nederland aanwezig is. Dat zie ik zelf ook. Maar wanneer je dat enerzijds die geschiedenis overal aanwezig ziet en anderzijds een meer recente geschiedenis die ook in dit, in dit deel van Nederland heeft plaatsgevonden, dat daar van geen enkel overblijfsel meer zou bestaan, dan was ik verbaasd dat je enerzijds wel dat overal ziet en anderzijds niet eens erkent dat het bestaat.
Ja, ik heb even gekeken naar de hashtag Geen 4 Mei voor mij. En met name wat de initiatiefnemers er zelf over zeggen. Wat me opviel is dat de argumenten voor die actie breed uitwaaieren. Dus ik las het letterlijke citaat. Ik wil niet meedraaien in een eurocentrische samenleving waar witte geschiedenis belangrijker is dan de niet-witte geschiedenis. Dat was een van de verklaringen van initiatiefneemster Christina Novella. Een ander vertelde in een interview: het fascisme is bezig aan een wederopstanding. We hebben neonazistische organisaties, even in hun terminologie, als Pegida, die zich aan het organiseren zijn. Daar worden weer met nazi-vlaggen gewapperd. Wat betekent 2 minuten stilte als dat onder onze ogen zich mag voltrekken zonder wezenlijk verzet? Nou, vond ik erg verschillende uitleg van eenzelfde initiatief. Maar, Rico, Geen 4 mei voor mij, een lawaai-demonstratie. Voel je dat thuis bij? Snap je waar het vandaan komt? Nee. Tenminste, ja, ik snap waar frustratie vandaan komt, maar niet deze vorm. Ja, goed, dat zullen mensen ook gevonden hebben van wat ik maakte vorig jaar. Ja, kun je dat even, kun je zelf vertellen wat je vorig jaar deed? Ja, we Het was het tweede jaar dat ik een soort installatie maakte. We kwamen net terug uit de kampen in Griekenland, vlak voor de 4-5 mei herdenking, viering. En ik dacht, het kan mij toch niet gebeuren dat ik hier stilsta wat hier gebeurde, terwijl ik de stemmen nog in mijn oor hoor van mensen daar achter het prikkeldraad, die op dit moment op zoek zijn naar mensen die naar hen luisteren en die vrijheid zoeken. Dus ik had in een eerste jaar in de binnentuin, tweede jaar op het Rembrandtplein een installatie gemaakt voor de mensen die diezelfde verantwoordelijkheid en dezelfde pijn voelen. Zeg maar, dat appel voelen eigenlijk. 1981, ik ben in 80 geboren, dus misschien heeft daar iets mee te maken. Maar dat appel wat daar staat van op die individuele verantwoordelijkheid, dat herken ik heel erg. We hebben op het Rembrandtplein toen gemaakt in overleg uiteindelijk met Amsterdamse 4-5 mei-comité. Was dit voorstel, 3000 witte kruisjes zouden we plaatsen met elkaar. Een stil beeld voor onszelf, waarbij op elk kruisje een sticker zat met de datum van een moment waarop er vluchtelingen omkwamen in een poging om Europa te bereiken. Dus dat het niet lukte om met hen onze vrijheid te delen. Dat vond ik pijnlijk. Juist met 4 en 5 mei, dat wil ik zien. We hadden gewoon een geluidsinstallatie gepland waarbij we de herdenking van op de Dam zouden horen, zodat we echt daarbij stil zouden staan, zoals ik dat thuis doe. Alleen dan nu dus in dat beeld van hen die stierven aan onze grenzen. Dat was de gedachte vanuit het gevoel van verantwoordelijkheid. En dat is dus een poging om, zeg maar, wij absoluut niet een poging om de herdenking zoals die is te storen. Net zoals theater na de Dam niet de poging is om de herdenking zoals die is te storen. Maar om op een andere plek. Niet omdat de EZE niet goed is, maar omdat dit een specifieke gedachte is, zeg maar, dit neer te zetten als verbeelding. Ik kom uit de gereformeerde traditie waar we vooral heel veel praten als dominees. ik heb geleerd, ik was altijd op zoek naar verbeelding, naar theater, naar iets maken, iets aanraakbaars, iets wat dieper binnen kan komen. En zodoende kwam deze installatie gepland op het Rembrandtplein. Nou, dat kon uiteindelijk niet doorgaan vanwege de vele ophef en verplaatsingen. Ja, want wat was die ophef? Je kreeg veel kritiek te verduren. Ja. Wat was de, zeg maar, de rode draad in de kritiek die jouw kant op gewaaid kwam? Nou, ik denk dat er een stuk of 5 waren, 6 denk ik, pijnpunten, die allemaal geraakt werden. Enerzijds door onze communicatie. Door wat wij gezegd hebben, wat we niet gezegd hebben. Dat weet ik niet zo goed wat dat dan is. Maar een van de dingen is de gedachte dat dan je alles en iedereen zou moeten herdenken. Dus dat oorlogsvluchtelingen net zo herdacht zouden moeten worden als de militairen en de verzetstrijders en de mensen die stierven in de Holocaust van toen. Terwijl ik dat nooit mijn intentie is geweest. Maar dan zeggen ze, ja, als je alles gaat herdenken, dan herdenk je niets meer. Ben ik het absoluut mee eens. Het is juist een hele specifieke historische situatie die brengt tot een hedendaags ander handelen. Ik ben dominee, dat is een beetje wat ik dagelijks doe. Zeg maar. Dat breken van brood en drinken met de wijn is een soort van ding wat heel vroeger gebeurde, heel concreet. En wat je nu dan weer probeert te actualiseren, maar beide zijn dan relevant.
Dus dat is een van de dingen van, hey, maar als je alles vergeet, gaat het nergens meer over. Als je ons verantwoordelijk gaat houden voor het sterven van oorlogsvluchtelingen, hebben we een probleem. Als je moslims wil binnenhalen, ik weet niet precies wat dat te maken heeft met ons initiatief, dan ben je slecht. Vluchtelingen zijn sowieso. Nou, weet je, dus ja. Alle debatten ongeveer kwamen langs. Ja, maar je. Oh, er is iemand hier die in wil breken. Ja. Wat ik wil toevoegen, volgens mij in dit gesprek, en ook reageerend op je vraag aan Rico. Ik ben zelf theatermaker en dramaturgie is daar een best belangrijk begrip. Dus wat volgt na het een en het ander? En ik denk dat heel belangrijk in deze 4 en 5 mei discussie, het heeft ook te maken met die knip waar jij het net over had, waar zit die knip, is dat er een soort volgorde of voorloop is. En ik heb zelf een Joodse achtergrond waar net ook aan gerefereerd werd. En ik kom vaak met het verhaal van de Pesachavond, waar je de slavernij in Egypte, of het verhaal van hoe het Joodse volk ontstond, eigenlijk vertelt. En dat begint eerst met de vertelling van wat er gebeurd is. En vervolgens ga je het hebben via verschillende symboliek over wat dat betekent voor nu. Wat dat betekent voor vrijheid nu, voor slavernij nu. Waar er nu onvrijheid is in de wereld, et cetera. Dus er zit een soort verloop. En ik denk dat daar ook iets zit met het gelijktijdige. Want ik denk dat jouw verbeelding heel mooi is. Maar omdat het gelijktijdig is, dan komt het opeens op elkaar. Terwijl je hebt ergens een soort stappen nodig om van het een naar het ander te komen. Ja. Ik heb vaak het idee dat, en ik denk ook met die lawaai-demonstratie, ik denk dat we allemaal heel goed begrijpen dat er een punt is. Maar wanneer doe je dat? Yes. Of wanneer vraag je aandacht voor zoiets? Ja. Mag ik er iets op reageren? Want ik herken dat heel erg. De gelijktijdigheid zou volgens mij een terechte kritiek zijn als ik gepoogd had om een landelijke discussie los te maken of wij op 4 mei wel op deze manier moeten herdenken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Mijn volgordelijkheid was een volgorde van locatie. Dus je hebt gewoon eigenlijk de volgorde van een centrale viering daar. Heel veel mensen die in het land herdenken en dan zo. Nou, het was dezelfde tijd, maar het was natuurlijk daarachter. Maar had dat voor jou ook te maken? Was je verbaasd over de reactie? Ja? Ja. Je had niet gedacht. Nee. Maar, nee, en dat kon, daar wil ik iets over zeggen, want achteraf is het er bijna niet voor te stellen dat je daar van tevoren dat niet had kunnen weten. Ja, precies, dat maar is mijn gedachte. Ja, dat weet je als je zoiets bedenkt. Maar ik had contact met Amsterdamse Comité 4-5 mei toen. En het was wat kort van tevoren, maar heel veel van de dingen die ik maak zijn wat kort van tevoren. En toen zeiden ze, oh wat jammer, want we hadden het heel graag opgenomen in het programmaboekje. De Stille Tocht komt er langs. En dan weten mensen tenminste waar het over gaat. Dat vinden we heel erg mooi. Okay. Nou, dat toen het zo'n grote ophef wordt, werd dat veel te kwetsbaar om dat alsnog te kunnen zeggen. Ja. Dat begrijp ik dan ook wel. Maar zeg maar, dus niets kon je echt voorbereiden op deze. Maar als ik daar een vraag aan mag verknopen. Want als ik je goed hoor, zeg je eigenlijk, die 4 mei is voor mij niet alleen in herinnering roepen de slachtoffers van de Holocaust of de geallieerden die ons kwamen bevrijden. Maar ik zie daar zit een opdracht in die 2 minuten. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, voor mij is herdenken. Juist ook vanuit het theologische denken van gedenk dat je slaven geweest bent in Egypte. En dat betekent iets voor nu, vandaag, welke keuzes je maakt. Dus herdenken is voor mij niet terugdenken aan. Volgens mij is dat te licht. Voor mij klopt dat niet met wat herdenken is. Dat is altijd opnieuw in herinnering brengen en beseffen wat dat van je vraagt. En dat is misschien niet voor iedereen. Het is voor iedereen anders hoe dat iets van je vraagt. Maar dat was het voor mij. En ik had net Stefan Hessel gelezen. Engagez-vous. Waanzinnig mooi. Verontwaardigd u. Een boek van een oude verzetsheld. Ja. Die zei, jongens, kom op. Precies. Hij zegt van, jongens, ik wil dat u zich weer verontwaardigt. Dat u in verzet komt zoals wij dat deden. Nou ja, je dus zei, ik citeer jou nu even, als we kennis over de Tweede Wereldoorlog niet toepassen op vandaag. Dus daar maak je het eigenlijk actief. Je maakt van die herdenking een werkwoord, een plicht. Ja. Dan is het dode kennis. Wat is de waarde van herdenken als we er in de praktijk niks van leren? Is dat iets waar je iets mee kan? Of Kisa, hoe zie jij dat? Vind jij dat het een statisch, dat het gaat om stilstaan bij zij die het leven lieten? Of is het een opdracht? Heb je het is voor mij ook een werkwoord, omdat het komt ergens vandaan. Ik ben wel houverig voor politiseren. Mijn gevoel zegt, om even een analogie van het boek, dat de storm vooral nu heerst. Mijn gevoel van Nederland op dit moment is dat er een soort politieke tribalisme heerst. Een soort tijdperk der identiteitspolitiek, waarbij iedereen bepaalde pijn heeft
En die moeten dan geëtaleerd worden. Die moeten ook geïncludeerd worden. Ik vraag mij op een gegeven moment af, waar eindigt het? Waar is het collectieve? Waar is bezinning? Waar is stilte? Dus ik ben heel houverig voor actualiseren of het pakken van een momentum om een punt te maken. En in die zin ben ik heel terughoudend als het gaat om gelijktijdigheid. Maar ik ben wel heel bewust van het feit dat herdenken nu een politieke functie heeft. Van wat ik heb gelezen is dat de overheid heel erg heeft ingegrepen. Het is een bottom-up initiatief. Maar het heeft wel in de loop der jaren, zoals we hebben gezien, zich ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van nu. Of om ons te herinneren, om jou de herinnering levend te houden. Het is een politiek project voor ons als burgers en het volk en wie Nederlanders is. Maar ik ben heel terughoudend met dat obsessieve en essentialistische manier van hokjes. En mijn hokje heeft meer pijn dan de jou. Of, mijn gevoel zegt dat de richting is waar we naartoe gaan in Nederland. Ja, dus eigenlijk die empathie waarvan jij al een soort stille dood waarnam in dit soort discussies. Dat we het moeilijk vinden om ons als de ander, whoever that may be, in de ander te verplaatsen. Om daar nog. Maar snap jij wat Rico zegt? Dat die 2 minuten voor hem een opdracht zijn? En dat dat hem motiveert om die vluchtelingen... Hij mag die 2 minuten zo... Het zou een beetje eng zijn als je gaat zeggen van... iedereen moet tijdens die 2 minuten precies hetzelfde denken als ik. Ik ervaar het als pijnlijk dat hij juist dat moment aangrijpt. Ik zou denken, als je... Het is heel nobel om vluchtelingen het moderne leed onder de aandacht te willen brengen. Maar ik zou denken, er zijn nog 364 andere dagen. Kies er daar een van uit. En ik kan me ook niet andere voorbeelden in Nederland of daarbuiten herinneren van herdenkingsdagen of feestdagen met een zo duidelijke aanleiding. Waarbij voortdurend wordt gezegd, oké, dit is de Holocaust en de oorlog, dat is de aanleiding. En dan moeten er allemaal dingen bij komen. Dus volgens mij in andere landen of ook in Nederland, wanneer je een duidelijke herdenkings- dan wel feestdag hebt, is dat is wat het is. En waarom moet daar steeds iets bij komen? Rico? Nee, ik geloof niet dat er hier iets bij komt. Voor mij is het heel te vergelijken met mensen die de dode herdenking meemaken bij het homo-monument. Mm-hmm. Die maken een hele specifieke keuze. Bij dit monument maak ik de dode herdenking mee. Ja. Ik heb eigenlijk een soort tijdelijk monument gemaakt natuurlijk, waarbij we de dode herdenking meemaken. Van toen, absoluut. Met een besef dat daar toen oorlogsvluchtelingen, stierven niet welkom waren. Zo. Maar ik neem aan dat bij dat homo-monument, Hitler was geloof ik ook niet zo gek op homo's, dat zij dat herdenken in de context van homo-slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is precies wat ik deed. Alleen daar staan, want ik bedoel, die speaker staat er niet voor niets. Die staat daar het verhaal te vertellen, van hetzelfde verhaal als dat wat er op de Dam gebeurt. Dus die doet daar hetzelfde. Alleen dan vraagt het een specifieke verbinding, zoals bij dat homo-monument. Ik moet zeggen, ik vind dit heel statisch, jouw invulling, Robert. Want we hebben net kunnen zien dat herdenken een geleidelijk proces is. Is de manier waarop we dat invullen en wie we herdenken. En dat het nog steeds in beweging is. En het project van Rico vind ik ook een vorm van instrumentaliseren van onze herdenkingscultuur. Van instrumentaliseren van 4 mei. Van misschien een belangrijk probleem nu. Mm. En ik zie dus van mijn observatie dit soort... Deze 2 kampen botsen. De ene zegt, het is altijd zo geweest. En we moeten helemaal niet creatief zijn of geen andere manier vinden. En de andere zegt, het moet vooral bevraagd worden. Ja, maar dus de herdenking is heel creatief. Want we hebben juist net gezien hoe dat heel erg is veranderd. Steeds in de tijd en steeds andere interpretaties. En de interpretatie van Robert is er eigenlijk één die daar... Niet per se is geweest of niet heel lang is geweest. Want het is al heel snel in 1961 uitgebreid met militairen uit Nederlands-Indië. En,
en andere militairen. En daar is de ellende natuurlijk begonnen, want dan ga je het verbreden. En maar je noemt dat wel ellende? Nou ja, want wat willen die geen vier voor mij mensen? Die willen een heleboel. Je noemde al een aantal argumenten, maar een van de dingen die ze ook willen is slachtoffers van de politionele acties nadrukkelijker herdenken. Die de mensen die later Nederlands-Indië zijn gevallen als gevolg van oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen. Daar hebben ze het volste recht toe als je kijkt naar hoe nu die herdenking omschreven is. Namelijk mensen die zijn gevallen. Op allerlei plekken binnen het Koninkrijk of waar Nederlandse militairen aanwezig zijn geweest en mensen die daar slachtoffer van zijn geweest of die vermoord zijn. Dus zeg maar, als je, juridisch, of als je naar die tekst zou kijken, ja, hebben ze inderdaad het volste recht om dat op te eisen. En dat dan maak je er inderdaad wel iets heel breeds en heel waterigs verwaterd van, iets Nederlands, denk ik. Iets het Nederlands, is heel Nederlands. Een polder, ja, ik denk een polder, ook, maar überhaupt, hè, dat we dit gesprek hebben. Ik zat van tevoren ook te denken dat je hier zo elk jaar ook dan allemaal mensen gaat vragen wat ze daarvan vinden en daarover denken. Het is zo Hollands. Dat zou je Suriname niet doen. Daar heb je gewoon dagen en die zijn zoals ze zijn. Dan zijn ze gewoon al heel lang zo en daar ga je het niet over hebben. Kom op. Dus ja. Ik zou, maar als je wil naar een herdenking zoals Robert wil, en ik zou daar ook voorstander van zijn, dat je het zuiver Tweede Wereldoorlog houdt, zuiver de slachtoffers en de helden, dan moet je al helemaal terug naar 1961, toen die Indiëhangers erbij zijn gekomen. En dan moet je daar al, en moet je dat al los beginnen te weken. Maar waarom zou je daar een voorstander van zijn? Dat je eigenlijk helemaal, jij noemde het zuiver, dat je zuiver Tweede Wereldoorlog herdenkt? Omdat ik denk dat dat zo'n belangrijk eikpunt is in de geschiedenis. Door de Jodenvervolging en de massamoord die zo uniek was. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog ook een keerpunt is geweest. Het is na de Tweede Wereldoorlog een hele nieuwe wereldorde ontstaan. De Europese Unie is er min of meer uit ontstaan. Nou ja, goed, dat is het verhaal wat hoort bij de oprichting van de Europese Unie, waar je misschien ook kanttekeningen bij kunt plaatsen. Maar goed, de EGKS is uiteindelijk is begonnen om Duitsland geen wapens meer te kunnen laten maken. Dus er is heel veel van hoe we nu leven, onze opvattingen die we nu hebben, mensenrechtenverdragen die we nu hebben, die komen allemaal direct of indirect voort uit die Tweede Wereldoorlog. Dus het is een ontzettend belangrijke gebeurtenis geweest. En op het moment dat je er Indiëgangers bij gaat halen, wat een veel omstredener oorlog is, waar Nederland een heel omstreden rol in heeft gespeeld, vervuil je het eigenlijk al. Ja. En maak je het een onzuivere herdenking? Ik ga even Kisa heel even laten afmaken en dan kom ik naar de zaal. Ja, sorry. Ik zou ook hiervoor zijn, omdat andere landen dat gewoon doen. Frankrijk bijvoorbeeld. Gewoon Eerste Wereldoorlog, Engeland. Ik ben benieuwd naar de multiculturalisering van Nederland. Mm-hmm. En heel veel mensen die dat merken, die zoiets hebben van, ja, maar ik heb helemaal niks met dat geschiedenis. Zouden wij, want herdenken is ook niet alleen maar omdat het een ritueel is, het is ook een politieke functie. Mm-hmm. Om aan de hand van het verleden een gezamenlijke toekomst te bouwen. Ja. Maar wat als mensen zeggen, ik heb helemaal geen gezamenlijke toekomst, of ik kan mij niet in de invulling van dit verleden, is dat niet een probleem? Volgens mij is dat een verklaring voor. Dat is een groot probleem. Ik denk dat alle mensen van wie de ouders in 1940, of grootouders, in Nederland woonden, die hebben daar een bepaald gevoel bij. En mensen van wie de familie in die tijd helemaal niet in Nederland woonde, die hebben helemaal niet die emotionele band daarmee. En dat zijn inmiddels een aantal miljoen Nederlanders. Ik denk dat de kern van deze 4 mei-discussie ook is dat deze discussie komt samen in dit gevoel waarbij Nederlanders denken van, nou ja, die denken aan hun opa of aan een bepaalde, hebben maar een persoonlijk gevoel bij.
En een heel groot deel, of een steeds groter wordend deel van Nederland, heeft dat hele gevoel niet. En die denkt van, ja, moet ik die oorlog van die Nederlanders herkennen, of herdenken? En dat, net zoals... Maar als je dan teruggaat naar die empathie, waarvan je zelf constateert dat hij, zeg maar, dat het niet heel erg goed met hem gaat. Mm-hmm. Hij erodeert. Ja. En ik stel me voor dat ik zelf ooit in Congo terechtkom. Misschien wel nadat er eindelijk een keer vrede bestendigd is. En één keer per jaar willen alle Congolezen 2 minuten zwijgen om die miljoenen doden daar te herdenken. Dan kan ik mezelf heel goed voorstellen dat ik daar... ook al heb ik geen voorouders die die oorlog meemaakten, toch zelf een soort verstild respect bij zou kunnen voelen. Dat niet een hele moeilijke, hoe zeg je dat, denkexercitie is om je voor te stellen wat 6 miljoen... En wat het toch ingewikkeld is, jij stelt je natuurlijk zelf op alsof jij als, zeg maar, buitenlander in Congo zou komen. Ja. Maar wat dit veel... Ik ben Congolees in Nederland. Maar wat dit veel ingewikkelder maakt, is dat het hier gaat om mensen die in Nederland geboren zijn. Die connectie niet voelen. Nou ja, hun ouders en hun, of grootouders inmiddels, die zijn niet in Nederland geboren. Dus dat zijn geen buitenstaanders die dan even naar het land toe komen. Dat zijn gewoon Nederlanders. En dat, net zoals Zwarte Piet een soort tweedeling binnen Nederland duidelijk maakt, is, ja, 4 mei heeft ook zo'n soort... Om dit scherper te formuleren, ik heb het gevoel dat ik als eerste generatie migrant meer empathie heb voor wat de meerderheid van Nederland als traditie heeft vastgesteld, dan mensen die derde, misschien zelfs vierde generatie, want mm-hmm. zij hanteren hetzelfde nativistische argument als rechtse mensen. En daardoor kunnen zij... En welk argument is dat? Ik ben hier geboren, dus ik heb ook een andere belevenis en dat moet teruggezien worden in de manier waarop we het publieke herdenking invullen. Terwijl voor mij als nieuwkomer heb ik zoiets van, oh, zo worden zaken hier gedaan. Prima, ik voel me met jullie mee. En daarom was ik benieuwd naar dat je voorstander zou zijn van zo'n bijna statische invulling of een concrete invulling. Het is volgens mij geen statische invulling. Het heeft ook een functie, hè, om zo'n ritueel. Rituelen hebben ook een functie. We waren ook niet bij de kruisiging, maar door het ritueel herdenken we dat verandert. Ga je ook niet veranderen. Rituelen hebben ook een functie om te onthouden waarom je doet wat je doet. En dat kun je natuurlijk gewoon leren. Waarom zou je dat niet kunnen leren? Ik ben hier ook een dag, ik ben hier niet geboren, ik ben ook een dag hier naartoe gekomen. Dat kun je toch gewoon leren? Dat is nou interessant, want je herinnert ook aan de kruising en kerkrituelen. Het is natuurlijk vergelijkbaar met secularisatie in de samenleving. Je had een kerk, gewoon, ja. Zo deden we de dingen. Ja. Daar hadden we een gevoel bij. We kenden de woorden, we kenden de taal. We wisten wanneer we moesten gaan staan en wanneer we moesten gaan zitten. Wanneer we moesten ja en aan moesten zeggen wat er gebeurde. Zo deden we de dingen. En op een gegeven moment verwatert dat. En de vraag is dan, volgens mij, moeten we zeggen, jongens, laat die mensen nou, voor wie dat belangrijk is, hun ding doen. Dat is vaak natuurlijk de bescherming van zo'n religieus groepje. Zo'n religieus groepje wil dat niet. Want die zegt, hallo, maar dit verhaal is veel belangrijker dan ons groepje. En uiteindelijk waar de verbinding op ontstaat, ik wil even zeggen, daarom is die voor mij belangrijk, waar de verbinding op ontstaat, is uiteindelijk verantwoordelijkheid. Hé, we voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze wereld. Hé, en voor mij komt die voort uit dit verhaal. Zal ik je dat verhaal eventueel nog eens vertellen? Wil ik graag doen. Want het is een heel specifiek verhaal over een Tweede Wereldoorlog. Daarom ben ik absoluut voor dus een versmalling van het herdenken tot de Tweede Wereldoorlog zelf. Een concreet historisch herdenken geeft concrete historische verandering nu. Maar een absoluut met een verantwoordelijkheid nu. Want daar kan iedereen natuurlijk die hier woont, zeg maar, in mee in een soort gedeelde verantwoordelijkheid. En ja. Daar, van mij hoort tot slot, want dan wil ik echt naar de zaal. Kiza, ja, ik kort. Ja, de ging traditie heel interessant en ook hoe je dat populariseert, zoals de evangelische omroep dat nu doet met de Passion. Maar je ziet daar ook dat, althans de afgelopen 2 jaar, dat ook gepolitiseerd wordt. Ja. Dit jaar was Judas een zwarte man. Ja, klopt. En ineens hadden mensen daar moeite mee, mensen die niet eens gelovig zijn. Ja. Maar zij grepen de kans om toch wel een antiracisme agenda door te drukken. Vorig jaar was Jezus een zwarte man, hoorde je ze niet over. Maar er was juist geluid vanuit de rechtse hoek. Ja. Zo van, wat gebeurt nu? En dat is dus, denk ik, het gevaar van als dingen die misschien een smalle functie hadden, meteen vanuit voor de buitenwereld als een politiek instrument wordt gezien. En dat is voor mij, denk ik, 4 mei nu,
wordt dus ook om die reden geïnstrumentaliseerd. Ja. Voor iedereen die iets wil, een punt wil maken, bijvoorbeeld. Ik wil heel even, want er zijn wat vingers in de zaal. Mevrouw ja. Verbeet van het Nationaal Comité, 4 en 5 mei. Gerdy Verbeet, hoop ik. Gerdy, ja. Nou, wat ik op wil reageren is op het punt dat mensen die hier, zeg maar, waarvan de ouders, van wie de ouders hier niet geboren zijn, minder binding zou hebben. We hebben recent onderzoek laten doen. Ik weet niet waar Alienke zit. Even kijken, daar. En dat zou jouw punt. Dus jij moet straks maar vertellen. Dat blijkt dus niet uit het onderzoek. Er zijn heel veel mensen die ook, net zoals u eigenlijk, hè, die hier niet geboren is, toch verbinding voelen met de herdenking. En ook verbinding voelen met 5 mei. Dus ik zou niet goed weten waarom dat het onderscheid zou moeten zijn. Daar zou ik mee oppassen. En we hebben, ik woon natuurlijk ook wel QQ heel veel herdenkingen bij. Ook kinderherdenkingen. En dan worden ook door kinderen met een andere achtergrond, want dat kan je horen aan de namen en soms ook een beetje zien, die maken prachtige gedichten over de Tweede Wereldoorlog. Want die zijn met dezelfde kennis begonnen als mijn eigen kleinkinderen. Want ik praat er ook niet iedere keer mee als ze bij mij thuis zijn. Hè? Dus onderschat niet dat er een hele generatie kinderen uit de hele wereld opgroeit met de informatie die ze uit boeken krijgen, uit literatuur krijgen. Mijn leerlingen op de Berlage Scholengemeenschap vroegen wel eens, mevrouw Verbeet, gaan alle, of juf zei ze dan, hè, juf, gaan alle boeken in Nederland over de oorlog? En dan zei ik, nou, ook wel boeken die er niet over gaan, weet je wel. Maar in die tijd was dat wel. Ja, daar waren ze een beetje somber van natuurlijk. Maar dus het is wel, maakt echt deel uit, ook voor mensen die een andere achtergrond hebben, van onze cultuur. En men voelt zich ook in grote mate verbonden. En er is een groep die zich minder verbonden voelt, maar die bestaat eigenlijk uit dezelfde aantallen uit niet-Nederlanders als oorspronkelijk Nederlanders. Dus eigenlijk is het beeld dat geschetst wordt hier pessimistischer dan de uitkomst van eigen onderzoek liet zien. Klopt. Als het gaat om de verbinding van migranten, nieuwkomers met deze traditie. Dat zeg ik goed. Mag ik? Oh, ja, dat is wel leuk om dat even, toch? U bent de onderzoekster zelf. Ja. Nou, wij hebben het onderzoek laten uitvoeren door Motive Action en de Universiteit Utrecht. Dat is ook 10 jaar onderzoek, zeg maar, is daarin gebundeld. En een nieuw onderzoek op dit moment. En wat je ziet is eigenlijk dat er een groepje Nederlanders is. Want zo groot is die groep Nederlanders eigenlijk niet. Maar er is een groepje Nederlanders die zich wat minder verbonden voelen met die Tweede Wereldoorlog. En die toch willen kijken naar meer het internationale. Ook het internationale vanuit een achtergrond. En daar zit inderdaad ook een groep mensen met een migrantenachtergrond in. En wat ik merk ook met gesprekken en ook in mijn andere werk, zeg maar, met gesprekken, dat als je mensen maar steeds maar gaat aanspreken over het feit dat ze een migrantenachtergrond hebben, ook al zijn ze hier gewoon al 3 generaties gewoon Nederlander, net zo Hollander als dat ik onderlander ben, vinden mensen ook soms heel ingewikkeld. En je ziet gewoon dat de houding, hoe ze in het leven staan, wat voor hobby's ze hebben, wat voor dingen ze doen, dat eigenlijk meer speelt dan het feit dat ze misschien een andere culturele achtergrond hebben. En dat is wat wij, zeg maar, in het onderzoek hebben laten zien. En nog even vanuit mij persoonlijk, soms denk ik wel eens, wij zelf komen uit Wageningen. En het is ook soms wel eens een beetje een stadse discussie dit, hè? Er zijn er best veel van de laatste tijd, heb ik de indruk. Ja, maar precies. Wageningen is natuurlijk wel heel bijzonder, want jullie vieren Market Garden ook heel uitgebreid. Maar goed, wij hebben Veenendaal, Ede, ook grote groepen migranten wonen daar, Arnhem. We hebben natuurlijk met de hele vluchtelingencrisis, Gelderland was een van de plaatsen waar veel vluchtelingen kwamen. Dus het zijn wel ook wel, als ik kijk naar bij ons in het buurtje en bij mij in de buurt, en ook gewoon wat ik in de Gelderlander lees. Ja, het zijn soms ook wel hele stadse discussies dit. Ja, wel mede mogelijk gemaakt vanavond door het Nationaal Comité zelf. Ja, tuurlijk, reageer. Want, ja, onderzoeken stellen feiten voor. En ik moet bekennen dat ik mij in bepaalde kringen begeef. Die misschien nogal cynisch zijn, op Twitter bijvoorbeeld. Ja, mijn beeld van Nederland is helemaal niet zuiver. Maar we moeten wel erkennen, bijvoorbeeld, toen vorig jaar de Turkse minister geweigerd werd om hier in Nederland te komen. Een paar duizend Turkse jongeren
of honderden de straat opgingen met Turkse vlaggen, zag jij wel bepaalde dingen die in Nederland... Het zijn jongeren die hier zijn geboren, maar toch geen affiniteit met Nederland hebben. Ja, op emotionele binding bedoel ik. En dat soort dingen ja, spelen er. En ik denk niet dat we, dat we onze ogen daarvoor moeten sluiten. Dat was meer de kern van mijn opmerking. Maar misschien ben ik ook beïnvloed door ja, de Twitter en... Twitter is wel, ik ben er sinds een jaar nu, denk ik niet. Het is wel een merkwaardige pressure cooker. Als je er niet bent, lijkt de wereld echt veel vreedzamer. Ja, ik kan het iedereen adviseren. Ja. Er was hier nog... meneer. U houdt hem vast, dat is ook goed hoor. Ja, ik voel er eigenlijk voor een wat meer open gesprek, open discussie. Ik begrijp heel goed dat we de Tweede Wereldoorlog... of via mij herdenken. Ik denk ook goed dat we dat vooral moeten blijven doen. Ook naar heel veel jongeren die niet van autochtone herkomst zijn. Dat herken ik ook. Aan de andere kant denk ik, ja, we kunnen ons niet alleen maar met dat verleden bezighouden. Ik ben ook een burger, of we zijn ook burgers van 2018... van een heden en van een toekomst. En dat betekent, en ik verwijs even naar die opmerking die meneer Rechts ook maakte, als het gaat om de Joodse mensen, niet alleen in Nederland, maar in Europa, dat die zich nu ook niet meer zo veilig voelen en zo vrij voelen. Dat geldt voor homoseksuelen voor een deel ook. Dus ik denk van, het gaat om bezetting, het gaat om geweld. En dat is niet alleen in Nederland aan de orde, dat is op heel veel andere plekken in de wereld ook aan de orde. En dan hebben we het ook over het Joods-Palestijnse vraagstuk, volgens mij. Daar kunnen we niet helemaal los van. Ik hoor daar niets over. En ik denk dat dat ook een element maar is. Dat ik begrijp niet zo goed dat de herdenking van... allerlei slachtoffers tussen 1940 en 1945... wat die te maken hebben met de binnenlandse politiek in Israël in 2018. Ik zie niet zo goed in waarom die twee met elkaar verbonden zouden moeten worden. Misschien als het gaat om de herdenking op 4 mei... maar we hebben het niet alleen over dat verleden. We moeten ook naar de toekomst. En dat betekent dat we ook moeten kijken naar de politiek van Israël. Hoe het met de Joodse mensen hier is. Hoe het met de Palestijnen is. Ik wil een open, brede discussie erover. En niet een soort inperking waardoor we het over andere dingen niet hoeven te hebben. Of dat doen we dan maar op andere momenten van het jaar. Wil jij reageren? Volgens mij is het gewoon een hele duidelijke herdenking met een duidelijke aanleiding... En ik vind het een wonderlijk fenomeen dat zodra het gaat over Joden, dat er meteen wordt bijgehaald, ja, maar nu in Israël. Het gaat ook over nu en de toekomst. Het gaat niet alleen om... Volgens mij is dit een herdenking in Nederland. Ja. Maar niet... Ga maar. Het helpt volgens mij gewoon heel erg als je een onderscheid maakt tussen... wat gelijktijdig kan plaatsvinden, terugdenken aan een specifieke historische gebeurtenis en een individuele verantwoordelijkheid. En of die nou dat je individuele verantwoordelijkheid voelt vanuit die specifieke historische geschiedenis in Israël-Palestina of aan de grenzen van Europa of waar dan ook. Maar dat die individuele verantwoordelijkheid aangezet wordt, dat we die elkaar ook absoluut gunnen, welke dat dan ook is... En realiseren dat we die willen verbinden, op 4 en 5 mei in elk geval, aan die specifieke historische gebeurtenis. Dan ontstaat er een ruimte om samen te focussen op verschillende conflicten, problemen waar je mee bezig wil zijn. En ons te verbinden rond een specifiek moment waar je aan terug wil denken. Ja. Ik zou graag... Ik sluit me een beetje aan bij die meneer van Sonnet. Wat mij betreft zou de discussie inderdaad veel meer moeten gaan over de vraag hoe je dit soort dingen collectiviseert. In plaats van ieder zijn eigen individuele opvatting en dan vervolgens de opvatting van andere mensen proberen in te perken. Dat lijkt mij juist dat de Tweede Wereldoorlog en de periode die daaraan vooraf gegaan is... belangrijke poging was om democratie en tolerantie af te schaffen. Het feit dat iemand beweert hier dat iemand anders het niet mag herdenken op de manier zoals hij dat zou willen, dat klinkt toch wel een beetje raar. En in die zin is het beperken tot de Tweede Wereldoorlog eenzelfde soort van fenomeen. U maakt zich daar allemaal schuldig aan, wat mij betreft. Ik zou veel meer willen zoeken naar hoe zorg je voor inclusie.
Hoe zorg je voor een gesprek met mensen, zodat ze allemaal de gelegenheid krijgen om het op hun eigen manier te doen? Met respect voor anderen en vooral met respect voor de geschiedenis. Want het is waar, je moet nadenken over de toekomst. Maar herdenken, het woord, betekent ook al iets over dat het de geschiedenis betreft. Maar daar zul je ook respect voor moeten hebben. Maar mag, mag ik op grond van uw eigen pleidooi één vraag aan u geven? Dat is misschien raar, want u bent natuurlijk geen panellid. Maar u heeft er vast over nagedacht, neem ik aan, u zo horende. Wat is dan nu de beperking voor die groepen individuen die het anders zouden willen invullen om dat te doen? Wat is de noodzaak om die verandering op nationaal niveau door te voeren? Waarom zou dat niet in besloten kring ook anders kunnen? Een vraag aan u. Nou, mevrouw Rijnmakers had een stilte storm en drie dingen tegenover elkaar gezet. Ja. En de onderste was volgens mij volks versus elite. En bij mijn weten was het inderdaad in 1947 ook veel meer vanuit het volk, enigszins ook wel ingegeven door meningen van meneer Van Randwijk en dergelijke. Over hoe kijken we tegen de rechtsorde aan. En wat ik zelf merk in de, ik heb ook een politicologische achtergrond, in toenemende mate lijkt het wel alsof de elite voor het volk wil bepalen wat ze moeten denken en wat ze moeten, hoe ze moeten feestvieren en hoe ze zich tot elkaar dienen te verhouden. En ik zou juist willen pleiten voor een politicologische invulling van het feit dat we juist een samenleving zijn waarin je het met elkaar zou moeten doen. In plaats van dat er een elite is die dat andere mensen voorstaat. Ja, dus wie is de elite? De elite is diegene die de richtlijnen geven van hoe het verleden, als ik het goed snap, een rol zou moeten spelen op het nu. Ja, maar meneer zegt ook, ik vind dat deze tijd ons, hè, of dat zo'n herdenking ook verplicht tot inclusie. Er is een nieuwe samenleving. Binnen die nieuwe samenleving hebben we te maken met nieuwe groepen, met andere identiteiten, andere ideeën. En dus moeten we zoeken naar een vorm van herdenken die het collectief verbindt. Ook als dat betekent dat je dingen verandert. Ja, dat vind, ja, ik vind het een lastige vraag. Als je mij zou vragen over andere onderwerpen, als je bijvoorbeeld aan mij zou vragen, vind je dat er een Pinksterdag kan worden ingeleverd voor het suikerfeest? Dan zou ik zeggen, ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat Pinkster, eerste Pinksterdag, tweede... Christelijke feestdagen. Tweede is hier niet, ja. Of de eerste paasdag, tweede paasdag. Je hebt allemaal van die dagen die dan verplichte feestdagen zijn. Voor mij is het makkelijk om te zeggen van, ja, neem een zo'n christelijke feestdag. Ik kijk ook meteen naar de dominee, want er worden je paasdagen en Pinksterdagen ingeraald. Wij zeggen het allemaal niet zoveel. Maar als je het zou vragen van, gezien de veranderde samenstelling van Nederland, lever een van die dagen in en maak het suikerfeest waar honderdduizenden Nederlanders wel heel actief echt op een gelovige manier dat feest vieren, zou ik daar geen enkele moeite mee hebben. Maar bij dit, deze twee minuten? Ja, als ik consequent zou zijn, zou ik inderdaad zeggen van, ja, dan moet die twee minuten ook zich aanpassen de naar tweede minuut. Maar dat is niet de stelling, hè, van meneer. Het is waar ik het met mij eens ben, is dat we moeten wel consequent zijn. Het slaat bij wat meneer ook zei. Ik vind het enigszins hypocriet als wij het verleden soms heilig verklaren ten opzichte van het nu. En daar komt uw verantwoordelijkheid. En vrijheid, want we hebben nu een grote discussie. Bas Heine met zijn serie over vrijheid, broederschap. Voor mijn gevoel is vrijheid nu dominant. En vergeten wij dat de vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En gelijkheid bijvoorbeeld speelt geen rol. We zien dat vrijheid selectief wordt. En broederschap is helemaal ver te zoeken. In dit geval met de bootvluchtelingen zoals ze worden genoemd. Dus ik vind het inderdaad heel hypocriet. Als wij het verleden heilig verklaren, terwijl wij weten dat de manier waarop we herdenken puur een politieke functie heeft, namelijk verbinden. En daarom staat het altijd ter discussie. En die opmerking over wie en iedereen een eigen dag zou moeten hebben, ja, ik ben daar heel huiverig voor. Omdat dat tribalisme juist
versterkt dat we volgens mij in Nederland doormaken. Het gaat over wat is onze collectieve invullingen. En daar heeft meneer een punt. Het is niet aan de politieke elite om voor ons te bepalen hoe we gaan herdenken. Maar juist iets in de samenleving. Hoe ziet Nederland eruit? En hoe gaan wij gezamenlijk een herdenkingscultuur ontwikkelen die recht doet aan het verleden, maar ook ja, dat is eigenlijk de complexe samenstelling van Nederland. Ja, Shara? Je hebt 2 dagen, hè? Je hebt 4 en 5 mei. Wat mij buitengewoon aansprak was het verhaal van deze manier over die volgtelling, of die opeenvolging. En je vertelt eerst het verhaal, de bron, hè? Het bronverhaal. En het bronverhaal vertel je op 4 mei door te zeggen, we herdenken hier iets verschrikkelijks dat is voorgevallen. En dat herdenken wij hier op 4 mei. En je hebt ook nog 5 mei. En dat kun je, dan kun je die verantwoordelijkheid, die opdrachten voor nu die daaruit voortvloeien enzovoort, daar kun je invulling aan geven op 5 mei. Je kunt die knip aanleggen. Ga ik zwaar maken, het wacht een licht dag, 5 mei. Ja, het is nu heel erg een festivaldag. Uh-huh. Een soort Leids ontzet, zei ik net eerder. Dat je eigenlijk, ja, je gaat gewoon voor de lekkere muziek. En waar het eigenlijk tussen gaat, dat weet je niet. Maar je kunt natuurlijk een zwaardere opdracht op die dag leggen. Waarom niet? En dan kun je het moderniseren en actualiseren en alles wat je nog meer wil. Maar ik zou die het zijn maar 2 minuten. Ik zou ze niet willen belasten met allerlei hedendaagse problemen. Ilse zei eigenlijk in haar inleiding wel dat op het moment in onze recente geschiedenis dat wij volks of elite ophielden met elkaar deze gesprekken op z'n Hollandse Shaila te voeren, eigenlijk voor het eerst de traditie zelf onder druk kwam te staan in de politiek. Van nou ja, goed, misschien na 25 jaar kunnen we ook zonder dit soort rituelen. En eigenlijk was haar stelling zelfs, die 4 mei, de lading van die 2 minuten, de voeding daarvan, die zit eigenlijk in, nou ja, die soms botsende belangen of visies. Maar we vanavond ook weer. Want we hebben het dus vanavond wel uitvoerig over, waarom zijn die 2 minuten ervan? Dus je zou ook kunnen denken, dat er iedere keer een andere hashtag met ophef is noodzakelijk om de waarde van die 2 minuten die jij zo heilig acht, en ook om in zeer invoelbare redenen, dat die 2 minuten hebben dat voortraject nodig misschien wel. Ja. Ja, nou ja, ik blijf het een merkwaardig dat van alle dingen in Nederland, dat juist dit eruit. Vorige week was Koningsdag. Als er nou iets is wat je volgens mij in Nederland zou kunnen discussiëren, of dat wel een helemaal kosher toestand is, is dat de koninklijke familie. De verjaardag van een niet gekozen staat. Een reuze inclusieve dag. Maar niemand heeft het erover van inclusief. Waarom moeten wij allemaal met z'n allen de verjaardag van die koning vieren. Ja, nou, omdat veel mensen dat kennelijk een soort collectieve verstandsbijstelling hebben, waarbij ze niet denken aan de honderden miljoenen die zij per jaar onttrekken aan mensen die het wel nodig hebben. Nee, dat is een hele valse inschatting van de Nederlander. Ja? Ik had toevallig een column hierover. Het komt omdat het Koningshuis heel flexibel is en niet van boven denkt, niet vanuit wij zijn de elite. Zoals ze zijn naar het volk toegegaan en de dag zelf gefestivaliseerd. Er is geen Nederlander die... Ja, weinig Nederlanders zullen zeggen, ik ben hier omdat ik fan van Willem ben, maar ik wil gewoon een feestje. En dat is een hele creatieve manier van een feest die aanvankelijk voor de koning bedoeld was, voor de monarchie, is naar het volk gebracht. En dat is denk ik het geniale aan het Koningshuis, omdat we stiekem een gratis PR-machine voor de monarchie zijn, met onze oranje kleren, maar tegelijkertijd het gevoel hebben dat het om ons draait. Maar eigenlijk zijn we supernationalistisch. En dat is denk ik wat we kunnen leren van het koninkrijk. En daardoor vergeet iedereen hoe die koninklijke familie alleen maar geld gehaald heeft. We hebben nog maar een paar minuten en nog, nog best een aantal vingers. Dus ik ga even het tempo ook hier een beetje opvoeren. Goed, ja, ik wil toch even wel een belangrijke anekdote toevoegen. Ik ben zelf initiatiefnemer van Theater naar de Dam. Maar ook sinds vorig jaar voorzitter van het comité herdenking februaristaking. En ik heb een aantal jaar geleden een heel mooi verhaal, of eigenlijk een mooie opdracht gekregen van Harry Verheij. Een van de oudstakers, ook hier wethouder in Amsterdam. En die zei, ik snap eigenlijk nooit dat we met ons gezicht naar die dokwerker staan. We moeten met onze rug naar die dokwerker staan en mee de toekomst inkijken. En ik ben al jarenlang hiermee bezig, want ik ben een van de initiatiefnemers van Theater naar de Dam. En het
Ik word er inmiddels echt een beetje moe van dat het steeds in een soort of-of terechtkomt. Dat we niet slimmer zijn en in een soort en-en kunnen denken. En het mooie aan het voorbeeld van Harry Verheij is dat het om en-en gaat. Je bent daar om de februaristaking te herdenken, dat wat er gebeurd is, om er een les uit te trekken voor het heden. Je gaat niet alleen maar, en ik durf dat zelf te zeggen, terwijl ik heb ook een groot deel van, niet Joodse familie die ik ken, maar je bent... Voor de Joodse mensen snap ik dat die ook echt willen stilstaan bij dat wat leed wat er gebeurd is. Maar je moet ook snappen dat herdenken ook iets betekent voor het heden. En dat gaat samen. Het is geen of-of. En je moet dan juist stilstaan bij dat moment om dat effect te kunnen hebben. Anders werkt het niet. Okay. Anders verlies je het. Helder. Ilse wil nog kort wat zeggen. Ik kom ook naar u. We gaan het rijtje nu af. Ik vind toch van de tegenstelling die ik noemde is volk, elite. Ik zou er echt ook over nadenken. Waar ik me zorgen om maak is dat via mij echt een witte, hoogopgeleide, elitaire aangelegenheid wordt. Dat is wel wat je vaak ziet wie er bij herdenkingen zijn. En ik heb er heel veel bezocht in Nederland. Dat heb ik dan wel voor beroepsmatig afgelopen 10 jaar al gedaan. En dat is gewoon wat je ziet. En veel mensen geven dan wel op zijn onderzoek aan dat ze betrokken zijn. Maar de mensen die echt daar staan, dat is wat de tweedeling zit voor mij veel meer daar. En dat vind ik wel iets om over na te denken. En de oplossing nu te zoeken van, maar dan bepalen we weer dat bijvoorbeeld die veteranen na 45 herdenken we dan in juni op de Veteranendag. Dan doen we andere actuele betekenissen doen we op 5 mei. Maar het onderzoek blijkt ook dat veel mensen 4 mei associëren. 7 op de 10, die denkt al ook al aan alle oorlogen. Dus ook wat er na 45 is gebeurd. Dat is al wel veel mensen. Maar was dat publiek bij die herdenkingen, vraag ik de historica dan, vroeger gemêleerder? Ja, ik denk wel dat je... Maar goed, toen was Nederland misschien ook minder gemêleerd. Maar je kunt zeker wel uit eerdere denkingen dat het gemêleerder was, ja. Oké. Okay. Ik ga even naar de... Dus ik zou dat dus voor waken. Ik denk dat een gevaarlijke tendens is. Waar we ons ook de discussie over moeten laten gaan. Helder. U wilt iets zeggen? Ilse is met die zin net even iets voor. Want wat Jair zegt, dat is in feite al het geval. Het is al en-en. De Nederlander die wij vragen van wat denkt u aan op 4 mei, die 2 minuten, dan denkt het merendeel aan alle oorlogen en alle slachtoffers. Met andere woorden, men realiseert zich, die Tweede Wereldoorlog was verschrikkelijk, dat was ellendig, het Holocaust, noem maar op. Maar ik heb gisteren ook op televisie gezien dat er in Syrië enzovoort. En de mensen denken al lang dat het wordt een dag van een moment van bezinning. En dat is goed en dat doet niets af aan het verleden, helemaal niet. Het versterkt het eerder. Ja. Dat is 1 punt. En het tweede punt wat ik zou willen maken, en dat heeft toch iets te maken met... Ik wil toch nog eens een pleidooi houden waarom wij ook hedendaagse slachtoffers van militairen herdenken. Ja. Nederland is niet zelf bevrijd. Dat was niet op een dag, hup, weg waren die Duitsers en het was weer vrede. Nee, dat waren, daar zijn heel veel mensen, hebben daar inspanningen voor gepleegd. Canadezen waren vrijwilligers. Staken die oceaan over om in dat rare Europa die bevrijding te doen. Daar hebben we lessen uit geleerd. Laten we proberen de wereld beter te maken. En wat we er ook van vinden, maar op dit moment proberen we elders in de wereld ook vrede te handhaven. En soms betalen de mensen een hele hoge prijs voor. Ja. En ik vind dat die mensen het recht hebben om op 4 mei herdacht te worden. Dat vind ik ook opvallend. Dus in Rusland hebben ze een cultuur gebaseerd op het heroïsche... helden, soldaten. Terwijl hier, als ik het presentatie zag, zag je meer de beweging richting slachtofferschap. Het terecht is gebeurd. Maar volgens mij zegt het ook iets over Nederland. Dat de normale burger centraal is. Ook in de manier waarop we onze collectieve herinnering vormgeven. Maar ik weet niet of het zou aansluiten om weer een echt centraal rol aan die, de historica. Nee, maar eigenlijk, hoor ik hier die 2 minuten. We hebben gezien hoe die steeds een beetje gewijzigd worden qua officiële invulling. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen die herdenken, die 2 minuten eigenlijk al lang gebruiken om veel breder stil te staan bij het leed op de wereld. Ja. Dus in ons hoofd heeft die verwatering misschien al plaatsgevonden. Nou, verbreding.
Nee, maar goed, wat hier verwatering werd genoemd, sorry. Nee, het is zelfs een soort verdieping, toepassing. Ja, of verdieping, dat is, ja, dat is een ander perspectief, ja, dat klopt. Ja, ik had met Hanna Luden, was vorig jaar mijn grote tegenstrever van het directeur van het CIDI. Ik zat bij Pauw en zij zat tegenover mij om te zeggen dat het niet mocht. En ik zat aan de andere kant van de tafel te zeggen dat het wel mocht. En ik had goed contact met haar en zij herkende dezelfde frustratie over hoe we nu met vluchtelingen omgaan in Nederland. En ik noem het even om te laten zien dat zo'n discussie ook je verder brengt. Morgen verschijnt in het Algemeen Dagblad een brief van Hanna Luden en van mij. Waarin we op de vooravond van 4 mei ons vertellen hoe we ons zorgen maken. Over hoe, gezien wat we vastgesteld hebben na de Tweede Wereldoorlog, we nu omgaan met vluchtelingen aan onze grenzen. En dat we, nou, hier hebben we dan op 3 mei een diner hier zo, in de balie, waar we mensen bij uitnodigen om bij te zijn. Niet voor een nieuw debat, maar om samen die zorgen te uiten. En dat we daarin zijn gekomen is voor mij echt een enorme winst of zo. Van vorig jaar was er dan heel veel ophef. Maar als we dat dan als we doorgaan in dat gesprek, dan groeit er, kan er ook iets uitgroeien. Daar was ik heel blij mee. Ja. Wat ik in de afgelopen uren, anderhalf uur heb gezien, is dat iedereen probeert 4 mei eigen maken. Sommigen refereren naar de Joden, anderen vluchtelingen. En dat is prima zo. Omdat als ik de gezichten van de mensen kijk op de Dam, 8 uur 's avonds, dan zie ik geen definities. Dan zie ik geen officiële uitdrukkingen. Dan zie ik alleen maar dat mensen verdiepen in hun eigen gedachten. En dat ze op eigen manier interpreteren 4 mei. En dat is helemaal goed. Van mij mag het zo doorgaan. En ook als lawaai wordt gemaakt, dan heb ik mij 2 minuten stilte nog. Ja, en dat heeft u, ja. Mooi. Ja. Ik zag nog, ja, achterin nog een vinger. Ik had eigenlijk een vraag ook een beetje naar aanleiding van het onderzoek. Want als ik aan mensen vraag, denk ik in augustus van, ga jij dodenherdenking 2 minuten stil zijn? Zeggen ze ja. Maar er wordt steeds meer naar televisie gekeken. Volgens mij is dat het eikpunt waarop je meekrijgt dat het 2 minuten stil is. Op Netflix zijn er geen 2 minuten stilte. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom, want dat hebben we eigenlijk helemaal niet besproken, waarom hangen we zo vast, en gevoelsmatig snap ik dat, maar waarom houden we zo vast aan die 2 minuten, als het doel is herdenken? Zijn er dan niet andere manieren waarop we dat collectieve kunnen vormgeven? Want die 2 minuten hangen volgens mij nu heel erg vast aan hoe we het vroeger deden, namelijk dat je koffie zet, klaar gaat zitten met je ouders en dan om 8 uur 2 minuten stil bent. En ik weet niet of dat nog heel lang stand kan houden, maar misschien dat ook de onderzoekers daar iets. Er wordt niet minder gekeken op 4 mei naar 2 minuten stilte. Sterker nog, dat groeit alleen maar. Dat groeit alleen maar. Dat zit nu, als je alle zenders bij elkaar optelt, zit het ongeveer op 5,5 miljoen ieder jaar. Dat is waar. Dat is waar. En 4 mei is wat dat betreft een wonderlijke uitzondering. Dat hoewel nog wel een relatief oud publiek is voor de publieke omroep, een van de jongste in die massa, kijken dan ook veel jonge mensen en gezinnen. Dus maar wat is jouw suggestie, Tim? Als het daarom gaat, zou je willen dat Netflix om 8 uur stopt, bijvoorbeeld? Het is niet per se een suggestie, maar soms bekruipt een beetje het gevoel dat we de discussie achterna lopen, terwijl we over 10 of 15 jaar... de boot missen, omdat dan opeens de klap komt dat we opeens het veel minder herdenken. Maar zit dat voor jou dan in die vorm? Dus jij zegt die 2 minuten zelf vind ik eigenlijk al ouderwets. Begrijp ik dat nou goed? Het zit niet voor mij in de vorm. Ik vind die 2 minuten, die zijn voor mij wel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen dat niet meer, tenminste in mijn omgeving hoor ik veel mensen die 8 uur, die moet je er bijna bij de haren bijsleuren. Maar goed, die meneer naast kijkcijfers leren anders, horen we net. Ja. Ja. Ja? Wacht, ik kom, dan gaan we nog heel even hier terug naar de. Het wordt live gestreamd en het is wel fijn als mensen thuis ook kunnen horen wat er gezegd wordt. Uit het onderzoek komt dat vooral zeg maar de jongere de generatie van 18 tot 24, die haken een beetje af. Dat is misschien ook. Ik weet niet hoe oud jij bent, hoe oud jouw vrienden zijn. Dus misschien zitten jouw vrienden daar een beetje in die kant.
De jongere groep die herdenkt nog, de oudere groep herdenken nog. Tweede Wereldoorlog is ook heel erg belangrijk. 80% van de Nederlandse bevolking vindt die 2 minuten stilte gewoon heel erg belangrijk. Ook die koppeling met de Tweede Wereldoorlog. Mensen denken aan andere dingen. Maar je moet er wel voor iets staan. Je gaat er niet voor iets anders staan. En, dus nou ja, goed, dat is wat er uit het onderzoek komt. Het is een heel breed gedragen door de hele Nederlandse samenleving heen. Dus ook door allerlei verschillende groepen heen gedragen moment. Ja, ja, en als je nog naar een iets jongere doelgroep kijkt. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar herdenken en specifiek de rituelen van herdenken onder de groep 10 tot 18 jaar. En ik heb heel veel kinderen gesproken en jongeren en focusgroepen op scholen gehouden. En voor het merendeel, al die kinderen zeggen, de 2 minuten stilte, dat is belangrijk. Daar hebben wij heel veel respect voor. Dat willen wij blijven doen. Dus zelfs onder ik de denk jongste. Zeker dat dat door zal blijven gaan. Helder. Tot slot. Ja. Kijk, we hebben het over die 2 minuten stilte, maar we moeten ook niet vergeten dat jonge generaties, die hebben minder van huis uit de verhalen meegekregen en de geschiedenis meegekregen. Dus die 2 minuten stilte is leger. Dat moeten we ook, ja, en dus als het niet via ouders, via onderwijs goed is meegekomen, snappen ze eigenlijk niet wat ze bij zo'n monument moeten doen. Of voor de televisie. Ik bedoel, dat is ook een gegeven. Dus moet je nieuwe verhalen geven. Je moet dat laden eigenlijk. En daar zijn heel verschillende manieren voor. Er is een heel mooi project Oorlog in mijn buurt. Dat is nu aan het groeien. Dat basisschoolleerlingen, ouderen interviewen wat er in de oorlog in mijn buurt is gebeurd. En, ja, sorry, maar bij Theater naar de Dam hebben we inmiddels 26 jongere projecten van de meer dan 100 voorstellingen. Dus we hebben het over iets collectiefs. Op 4 mei zijn er meer dan 100 voorstellingen in heel Nederland waar het publiek naartoe gaat. Dat is om 9 uur na de herdenking. En bij die jongerenprojecten, gisteren was er een dag hier in Amsterdam waar 350 jongeren die allemaal meedoen aan die jongerenprojecten bij elkaar kwamen. Dat waren mensen tussen de 12 en de 25. Dat zijn mensen met verschillende culturele achtergronden. Daar zoeken we ook juist naar. En het interessante is daar dat bij de jongerenprojecten, daar verhouden ze zich tot verhalen van mensen. Ze interviewen zo wat er in oorlog is gebeurd. En ze snappen ook wat het betekent voor het heden. En je merkt dat die 2 minuten stilte, die heb je wel nodig, maar je zoekt ook naar nieuwe vormen om het voor andere en nieuwe generaties en mensen met andere achtergronden weer invoelbaar of betekenisvol te maken. Om het te vullen met verhalen. Helder. We gaan afronden. Kijk heel even naar de baas. Ja, hè? Er is hier geen klok, dus ik moet dat een beetje met hulp van de buurman ook doen. Tot slot. Ja, bijna 4 mei. Hoe vul je dat zelf in? Vraag ik aan jullie alle vier. Wat doe je op 4 mei, die 2 minuten? Waar ben je? Ik ga al mijn hele leven naar de Apollola, vlakbij waar mijn ouderlijk huis stond. En ik ben 1 keer in Auschwitz geweest voor mijn werk. En daar heb je een treinbaan die op een gegeven moment stopt. En dan in mijn hoofd denk ik aan wat ik toen daar voor me zag. Omdat ik weet dat verschillende familieleden van mij datzelfde beeld diezelfde gezien weggingen. Hebben. Dus dat is waar ik aan denk. Kisa? Ik heb 2 keer in Amsterdam Nieuw-West gedaan. En 1 keer in Kamp Westerbork toen ik in Drenthe woonde. En dit jaar, ik bivakkeer in Friesland. Dus ik ga kijken of met mijn oma thuis of ergens in het dorp. Normaal vaak thuis met de familie, maar die is er even dit jaar niet. De vooravond natuurlijk dan hier dat diner. En ik ben uitgenodigd door de mensen van Rederij Lampedusa. Een kunstenaar die heeft een paar boten gekocht die daar op het strand lagen, waarmee de oversteek is gemaakt. En die gaan varen op vrijdagavond. Dus zeiden, laten we op dat moment varen. En zou jij een verhaal kunnen houden waarin je de verbinding maakt tussen dat concrete verhaal wat we herdenken en onze verantwoordelijkheid nu aan boord met vluchtelingen, recente vluchtelingen en Nederlanders nu. En daar ga ik mijn best voor doen. Ja, dus jij blijft die 2 minuten als een opdracht ook dit jaar weer doorgaan. En Zeila, tot slot? Ik zet de televisie aan en ik zet mijn kinderen ervoor en dan moeten ze ook stil zijn en dan zet hem daarna thuis weer op de bank. Ja, thuis op de bank. Ja, nou, ik wil jullie heel hartelijk, om dat zo te doen, heel hartelijk bedanken. Ik hoop dat de zaal dat ook zo ervaren heeft. Het is altijd fijn als blijkt dat iets wat dan in een digitale werkelijkheid schreeuwerig wordt. Jante de Bali heeft vandaag nog wat telefoontjes ook gekregen. Dat dan in zo'n zaal als hier, met toch anders denkende op dit thema, zomaar een wonderlijk mooi gesprek, waarin je toch ook
gewoon naar elkaar luistert zonder te schreeuwen, dan krijg ik hoop van. Ik hoop dat de zaal dat ook vond. Dus heel hartelijk dank dat jullie er waren. En dank aan jullie alle vier dat jullie hier wilden zijn. En Ilse, jij ook bedankt.